Okay. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welkom bij de 26e les over de geschiedenis van Palestina. Ik had nooit verwacht dat ik zoveel les hierover zou gaan doen. Ik wou zeggen helaas, maar ik moet zeggen alhamdulillah dat we toch zoveel tijd hiervoor hebben genomen. En het is, lijkt mij ook niet verrassend dat een aantal gezichten volgens mij al bijna 25, 26 keer hier zijn geweest voor deze lessen. Dus inshallah hebben jullie er ook echt wat aan. Mochten kijkers op YouTube of ook gewoon mensen hier, mocht je suggesties hebben voor dingen die ik misschien beter had kunnen benoemen of ergens vragen over hebben die misschien niet gelijk stelt, je kan ze altijd nog achteraf stellen. Want ik ben me ook wel bewust van dat ik sommige dingen niet goed genoeg nuanceer. Misschien niet goed genoeg over verder ga. Het voelt voor mij dan in elk geval aan. Ik weet niet hoe dat bij jullie overkomt. Het kan ook zijn dat het, omdat ik zoiets lees en dan zo weinig vertel, dat kan ook. Maar geen inshallah. Het gaat ook een beetje om het publiek zelf, waar jullie behoeftes ook een beetje liggen. Gezien het feit dat er heel veel dingen gebeuren vandaag. En dat we soms ook gewoon vragen hebben van waar komt dit eigenlijk vandaan. En als ik het weet, dan kan ik je daar inshallah meer over vertellen. Ik weet ook natuurlijk niet alles. Dus tot zover de disclaimer over de vorige lessen. Disclaimer voor deze les. Het zijn heel wat namen die ik vandaag ga benoemen. Dus ik verwacht ook niet van jullie dat ze ze gaan onthouden of wat dan ook. Echter, het gaat mij dus ook niet lukken om al deze mensen in detail te behandelen. En ik zal ze totaal geen, hoe zou je dat moeten zeggen? Ik zal ze totaal hun recht niet doen door 5 tot 10 minuten over elke personage te spreken. Maar het is wel een inkijkje. Ik hoop dat ik bij vooral sommige personages, als niet allemaal, misschien genoeg nieuwsgierigheid wek. Dat er misschien verder over ze wordt gezocht. Er zijn documentaires over ze gemaakt. Er zijn boeken over ze geschreven, niet alleen artikelen. En er zijn natuurlijk ook wat artikelen. En we kunnen ook, mochten jullie zelf behoefte eraan hebben, achteraf ook erover kletsen. Dat kan ook allemaal, inshallah. Tot zover, dus de disclaimers. Vandaag gaan we het hebben over Hamas en hoe Hamas aan de macht is gekomen in Gaza. En ik vond het zelf, toen ik de les in elkaar aan het zetten was en aan het voorbereiden was, vond ik de titel die we online hebben gezet, niet dus op Facebook en op Insta, vond ik niet heel erg eerlijk aan wat, vond ik niet het recht toe doen aan alles wat ik nu ga behandelen, want het is meer een Hamas deel 2. Ik ga het met name hebben over de namen en de gezichten achter Hamas, de leiderschap daarvan. En daar heb ik er 5 of 6 uitgekozen, ik weet even niet meer precies hoeveel. Het zijn ook niet alleen deze 5 of 6. Maar het geeft je een kleine inkijk over wie deze mensen zijn. Een kleine inkijk over hoe deze mensen hun leven leven en hoe ze nadenken, wat er rondgaat in hun hersenen en wat ze hebben meegemaakt. En natuurlijk ook vanuit hun kan je ook begrijpen wie hun vijand is, want je ziet ook wel wat er met hen werd gedaan en hoe ze hier zijn gekomen. Dus ik heb het genoemd Hamas aan de macht en ook deel 2, zo van de les die we al hadden gedaan over Hamas, dat was deel 1. En inshallah dit deel 2. Ik weet niet, ik denk dat ik het hierbij ga houden over Hamas, maar misschien dat we nog een deel 3 doen, maar dat sluit ik niet helemaal uit. Maar allemaal. Oké, gaan we verder. Voordat we in de materiaal duiken van vandaag, wil ik even een aantal jaartallen bij jullie quizzen. Kijken of het allemaal blijft hangen of niet. Eerst is heel simpel. Wat was er gebeurd in 1948? Zeg het gewoon hardop. De Nekbe. Oké, gewoon hardop zeggen. Ik ga geen dingen geven. 1956, wat was er toen gebeurd? Ah, daar gaat het al, hè? Jamal Abdel Nasser, wat was er toen met hem? Goed zo, de Suezkanaal, de Suezcrisis. Wat er gebeurde, was dat hij de Suezkanaal had genationaliseerd. Hij zegt, deze kanaal is van de Egyptenaren. En Israël, Engeland en Frankrijk vielen Egypte aan. Dat was in 1956 gebeurd. Belangrijk moment, want dat maakte hem na die oorlog, of na dat korte conflict, maakte hem dat boostte zijn populariteit in de Arabische wereld. En hij werd een beetje de leider van het Arabisch nationalisme. 1967, wat gebeurde toen? Zesdaagse oorlog. Hij zegt vijfdaagse oorlog, maar het is de zesdaagse oorlog. Volgens mij zit die mic aan, hè? Denk je wel. De zesdaagse oorlog. Misschien een andere naam voor de zesdaagse oorlog? De Nekse, dankjewel. 1948 noemen we de Nekbe. En 1967 noemen we de Nekse. Nekbe is catastrofe, Nekse is de terugval. Je wou net naar voren komen, werd je keihard naar achteren geslagen. Wat er gebeurde, was dat de Arabische legers, 5 Arabische legers vielen Israël aan, 4 Arabische legers, sorry, vielen Israël aan. En in 6 dagen had Israël ze met de grond gelijk gemaakt. En
Ze namen ook nog eens hun gronden over. Ze namen een stukje van Syrië over. Ze namen de westelijke Jordaan-oever over. Ze namen Gaza over. En ze namen Sinai, heel Sinai, namen ze over. Ze werden 3 keer zo groot als dat ze al waren, de Israëliërs. Dat was 1967. Wat gebeurde een jaar later, 1968? El-Karama, dankjewel. De slag van El-Karama, dat was toen de eerste keer de PLO een directe slag had gevoerd in de oostelijke Jordaan-oever, dus in Jordanië, tegen Israël bij het dorpje El-Karama. En ze hadden dat gewonnen in, weet je nog hoeveel minuten? Nee, niet 6 minuten. Dat zal wel heel poëtisch zijn, hè? Van 6 dagen naar 6 minuten. Nee. De slag was in principe gekanteld naar de Palestijnen. Dus ze hadden in principe de overmacht in ongeveer 50 minuten. Genoeg om een lasagne te verbranden, is wat ik toen zei. Weet je dat nog? Yes. 6 minuten. Oké, in 6 minuten verbrand je geen lasagne. Ik weet niet wat voor oven je hebt, maar... Oké. 1970, wat gebeurde toen? Bijna. Dat was wel in de jaren 70, maar niet 1970. Iets dat voor die Olympische Spelen gebeurde. Iemand? Dankjewel. Zwarte September. Dat gebeurde in 1970. In september 1970 had het Jordaanse leger de Palestijnen lopen afslachten in Jordanië en weggestuurd naar Libanon. Want de Palestijnen, de PLO, die zaten in Jordanië. En goed... Of je het nou eens bent met ze of niet van wat ze daar deden. Ze waren een beetje macho, een beetje de baas aan het spelen. De Palestijnen hadden een Amerikaanse passagiersvliegtuig gekaapt in de Dawson Field, de kapingen van 1970. Ze hadden hem ook in de fik gestoken, want ze wouden dat hun gevangenen werden vrijgelaten. En dat was allemaal in 1970. De Jordaanse koning had er genoeg van. En in september begon hij een paar duizend Palestijnen, had hij ze vermoord in Jordanië. En had hij de PLO weggestuurd van Jordanië naar Libanon. 1972, wat gebeurde er toen? De Olympische Spelen. En wat gebeurde er toen met de Olympische Spelen? Het Israëlische team was gegijzeld in 1972 in Munich, in Duitsland. En dat was zo erg schandalig voor de Duitsers, vonden zij. Want dat was nog op dat moment West-Duitsland. En ze voelden zich nog steeds, dat waren nog steeds mensen die de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt. En het Israëlische team werd gekaapt door een groepering die heette... Zwarte September, zo noemden ze zichzelf. Ik weet niet waarom je, een beetje net als christendom, hè? Heel het geloof is genoemd naar de kruis waar hun God op is vermoord. Zo een beetje Zwarte September is september dat zwart is voor de Palestijnen, maar ze noemden zichzelf Zwarte September. En kaapte het Israëlische, gijzelde het Israëlische team en hadden ze toen vermoord. 1973, wat gebeurde er toen? 1973, 6 oktober. Nee, geen burgeroorlog. Come on. Dat is het enige lichtpuntje hier. 1973? 1973? Anwar Sadat, ja. Wat had Anwar Sadat gedaan? De oorlog, juist. De oorlog van Egypte en Syrië tegen Israël. Die ze in het begin aan het winnen waren. Maar daarna was het een beetje een stilmeter. Kijk, ik persoonlijk ben ervan overtuigd dat het geen winst was. De Egyptenaren vieren het nog steeds... als een winst. De Syriërs praten er niet over. Maar 6 oktober 1973 is nog steeds een nationale feestdag in Egypte. Je bent vrij op 6 oktober. 6, niet 7. Hè? 6 oktober ben je vrij in Egypte. En dat komt door 1973, want dat vieren zij nog steeds als een militaire overwinning. Was het ook in de eerste dagen, de 10e van Ramadan, staken zij de Suezkanaal over en hadden zij de Berlif Line kapot gemaakt en hadden zij de Israëliërs teruggepusht in Sinai. En ze namen een gedeelte van Sinai terug. En toen gingen ze verder in 1978 en 79. Toen gebeurde er de... Wat hier direct mee te maken? De Camp David-akkoorden, dankjewel. De akkoorden, vredesakkoorden tussen Egypte en Israël. En vanaf 1978 en 79 waren de Egyptenaren officieel geen vijanden meer van de Israëliërs. Ze hadden een vredesakkoord... En dat betekent dus dat zij de grenzen van Israël moesten bewaken. Dat betekent dat zij, als er enige vorm van verzet plaatsvond vanuit het Egyptische grondgebied tegen de Israëliërs, dan zouden ze volgens het vredesakkoord dus ook zich tegen deze verzetsgroepen moeten onderdrukken. En ze mogen hun leger tot op een bepaalde afstand van...
van de grens van Palestina en Israël, mogen zij niet stationeren. En het aantal soldaten dat zich bevindt in Sinai is ook beperkt volgens deze akkoorden. Dus daar is Egypte allemaal mee akkoord gegaan, alleen maar zodat zij Sinai terug konden krijgen dat ze waren verloren in de oorlog van 1967. Doet mij trouwens heel erg denken aan, en dit zou de Egyptenaren echt heel boos maken, maar het doet mij denken aan Mohammed al-Saghir, de laatste koning van Andalusië, toen hij in een akkoord met de christenen, met de Spanjaarden, Granada had overgegeven aan de Spanjaarden. Toen keek hij vanuit een heuvel naar Granada. Hij keek naar Alhambra, hij keek naar alles wat daar prachtig uitzag. En hij zat te huilen. En zijn moeder, die keek naar hem en ze zegt, Ibki buka'an nisa'i ala mulkin lam tudafi anhu difa' al-rijali. Ze zegt, huil, net als een vrouw, voor een koninkrijk die je niet hebt verdedigd als een man. En ja, dat zou nogmaals de Egyptenaren heel boos maken hierover. Maar oké, prima. 1982, wat gebeurde toen? Sabra en Shatila. Wat er in 1982 gebeurde, was dat het Israëlische leger Beirut plat had gebombardeerd en medeplichtig was aan de genocide van Sabra en Shatila, waar 3000 Palestijnen met messen zijn afgeslacht in de Libanese vluchtelingenkampen. En dat was allemaal 1982. De burgeroorlog in Libanon, die heb ik trouwens overgeslagen, begon in 1975 en in de jaren 80 was het nog steeds bezig. 1987, wat gebeurde toen? De Intifada, dankjewel. De Intifada, de eerste Intifada, die vond plaats in 1987. Wat was er nog meer gebeurd in 1987, wat belangrijk is? Iets verscheen wat onder de grond was. Niet Hezbollah. Hamas, dankjewel. Hamas verscheen in 1987 als officiële beweging. Daarvoor bestond het wel, maar was het niet bekend als Hamas. Er was geen beweging die Hamas heette op dat moment. Haar eerste verklaring was in december 1987, waar onderaan werd ondertekend Ha, Mim, Sa, Al-Haraka, Al-Muqawma, Al-Islamiyya, het islamitische verzetsbeweging. Dat is wat er onderaan stond. Dus Hamas is een afkorting, een acroniem zeg maar, van Haraka, Al-Muqawma, Al-Islamiyya, het islamitische verzetsbeweging. 1993, wat gebeurde toen? De Oslo-akkoorden, dankjewel. Dan hoef ik denk ik niet te veel woorden aan vuil te maken. En het jaar 2000? De tweede intifada, dankjewel. Dat was in het jaar 2000. Dus de tweede intifada die was begonnen in het jaar 2000. En die was geëindigd in het jaar 2000? Bijna? Bijna? Vijf, dankjewel. 2005. Gewoon even gokken nu. Maar oké, nou goed. Dit zijn een aantal jaartallen. Het helpt om deze dingen gewoon even in chronologie te kennen. Niet dat je nu ineens een expert bent, maar je hebt wel een beeld van als je kan zien van oké, dit zijn de dingen die zijn gebeurd. 1948 is begonnen. Als iemand begint 7 oktober, ja, dan heb jij tenminste wel even een bagage. Dat je weet van, luister dan, er is in de 20e eeuw kan ik al zoveel dingen opnoemen die zijn gebeurd. Dit is alleen in de 20e eeuw. Laat staan in de afgelopen 20 jaar. De dingen die nu zijn gebeurd zijn nog veel beter gedocumenteerd, veel beter opgeschreven, veel beter gefilmd, gearchiveerd. Al die dingen die je nu kan vinden in de afgelopen 20 jaar. En vooral met de komst van social media in de afgelopen 10 jaar. Het aantal materiaal dat er nu alleen bestaat, bewijsstukken, dingen die je allemaal, details die je allemaal kan achterhalen, eigenlijk per dag kan achterhalen, per uur en per seconde soms in sommige gevallen, zijn nu gewoon exponentieel gegroeid in de afgelopen jaren en het wordt alleen maar meer en meer. En dit is, by the way, ook feitelijk, de tijd waarin we leven, is ook feitelijk de enige genocide waarin de dodental zo accuraat is bijgehouden. Ondanks het feit dat een land zoals Amerika met haar president Biden, die nog zelfs claimt dat hij vraagtekens zet bij de dodental. De Palestijnen hebben zelfs de namen geregistreerd van mensen die dood zijn. Moet je je voorstellen. Een van de redenen, nogmaals, dit is even een heel side note die niet te maken heeft met de geschiedenis, maar even nu, goed om te weten, is dat een van de redenen waarom Israël zo erg was gefocust op we moeten Shifa ziekenhuis op non-actief stellen, is dat de registratie van de doden daar plaatsvond. En toen zij Shifa ziekenhuis hadden omsingeld en de mensen daarin hadden vermoord, en de Palestijnen die zeggen ze hebben medici, dokters, verplegers vermoord, en de Israëliërs zeggen we hebben alleen maar Hamas-leden vermoord, weet dat beide de waarheid spreken hierin. Althans, hoe je het wilt interpreteren. Want het ministerie van Gezondheid is onderdeel van de Hamas-overheid.
Dus al deze dokters werken voor die ministerie. Als zij dokters vermoorden, claimen zij mensen die horen bij Hamas te hebben vermoord. Ook al is het medisch personeel. Ze hebben geen buitenlandse dokters vermoord. Ze hebben geen dokters vermoord van de Verenigde Naties. Ze hebben dokters vermoord van de ministerie van Gezondheid. Waarom dokters? Omdat zij niet meer mensen kunnen genezen? Misschien. Omdat, ik zou dat niet gek vinden. Maar onder andere dat het dodental niet meer zo accuraat wordt bijgehouden. Want hoe minder accuraat het is, de informatieoorlog die Israël voert is wreed. En als je deze mensen kan uitschakelen, dan heb je ook steeds minder mensen en minder mogelijkheden en minder instellingen die nog officieel aan het werk zijn, die voor jou kunnen registreren wie er allemaal dood is. Dus op dit moment zie je dat het aantal vermisten veel meer aan het worden is dan dat het in het begin van de oorlog was. Want bijna iedereen werd gevonden. En als ze niet werden gevonden, was het makkelijk om ze te identificeren als dood. Bijvoorbeeld, als er een gebouw neervalt en 10 dagen zijn voorbij geweest, we weten ongeveer wie er allemaal waren. Iedereen kan vertellen, mijn neef was daar, mijn broertje was daar, mijn moeder was daar, enzovoort. Hoe wreed en gek het dan maar ook klinkt, dit is de enige genocide die zo goed is bijgehouden. Zo goed is gedocumenteerd. Yani, dat alleen al is mindblowing. Maar oké, laten we terug naar de geschiedenis gaan. En even een duidelijker beeld krijgen over wie de personen zijn waar we nu over spreken. Wat voor beweging het is. En je kan niks begrijpen over Hamas zonder Sheikh Ahmed Yassin te kennen. Rahmatullahi alayh. Sheikh Ahmed Yassin is de oprichter van Hamas. Haar spirituele vader. Al-Abbar Ruhi, zoals ze zeggen in het Arabisch, de spirituele vader. Ik weet het in het Westen zeggen ze meer de godvader. Maar hij is meer degene die Hamas, ook al was hij een persoon zoals jullie hem kennen, is hij iemand die fysiek bijna niks kon doen. Bijna nergens toe in staat was. Hij is gehandicapt. En tot het einde van zijn leven was hij gedeeltelijk blind. Hij had veel ziektes aan zijn lichaam. Hij kon moeilijk ademhalen. Maar deze man was dus niet de persoon die rondliep met wapens en RPG's op zijn schouder of wat dan ook. Maakte ook geen militaire plannen of wat dan ook. Maar hij was wel degene die, gek genoeg, van de persoon waarvan je het misschien het minst verwacht, degene was die uiteindelijk een islamitische verzetsbeweging heeft gecreëerd, uit de grond heeft gestampt van mensen uit Palestina, van mensen uit Gaza met name, en daarna ook de rest van Palestina, die in hun bloedvaten, in hun hart, in hun oxygen die ze gewoon ademen, verzet zit. Ze hebben heel hun leven gegeven aan het verzet en vinden het helemaal niet erg om te sterven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Nou, Sheikh Ahmed Yassin was geboren in 1936, nog voor dat Israël was geboren. Hij bestond voor Israël. Laat dat even erin zinken. Sheikh Ahmed Yassin was geboren in Asqalan, in de buurt van Gaza. Niet eens in Gaza zelf. Hij was in Asqalan, dat is de eerste grote stad ten noorden van Gaza. En Asqalan is ook de stad of het gebied dat is genoemd in de hadith van Rasulullah s.a.w. waarin Rasulullah s.a.w. zei dat er een dag zou komen waarin de fitna over de aarde zal gaan verspreiden en dat de beste jihad op dat moment bestaat, de jihad is van Asqalan. Subhanallah. Geleerden van vandaag de dag zeggen, Asqalan, daar wordt mee bedoeld de regio Gaza. Want Gaza bij naam op dat moment, wallahu alam, voor zover ik weet, bestond wel, maar had wellicht niet dezelfde naam, wallahu alam. Maar in elk geval, Sheikh Ahmed Yassin was, toen hij nog een tiener was, aan het spelen met zijn vrienden op het strand. En terwijl ze aan het springen waren, salto's aan het maken waren enzovoort, viel hij keihard op zijn achterhoofd. En hij brak daarmee een groot gedeelte van zijn ruggengraat. Sheikh Ahmed Yassin was naar het ziekenhuis gebracht. En na meer dan een maand behandeld te worden in het ziekenhuis, toen hij werd ontslagen uit het ziekenhuis, merkte hij dat hij zijn evenwicht en niet zijn balans, maar zijn vermogen om in principe zichzelf staande te houden, had verloren. Hij kon wel opstaan en hij kon wel lopen, maar hij vertelt zelf in een langdurige interview van meer dan 8 afleveringen die hij heeft gegeven met Al Jazeera in begin 2000, vertelde hij zelf dat als hij op een steentje zou staan, dat genoeg zou zijn voor hem om te vallen, een kiezelsteen. Yani, count your blessings, subhanallah. Als je gehandicapt bent, hoe erg het leven wel niet zou moeten zijn. Sheikh Ahmed Yassin, ondanks het feit dat hij gehandicapt werd op jonge leeftijd, hield dit hem niet tegen om ambities te hebben, om toch naar school te gaan, om toch te gaan leren, om toch te gaan proberen te groeien in het leven, om toch iets te gaan bereiken. Met de gelimiteerde middelen die ze hadden, en hij vertelt zelf dat ze extreem, extreem arm waren in zijn jeugd in Gaza. En hij heeft natuurlijk een nekba zelf in 1948 meegemaakt. Hij werd ontheemd met zijn familie en moest van Asqalan verhuizen naar Gaza. En het leven in Gaza op dat moment was onder administratie van de Egyptenaren. Dus officieel was Gaza niet geannexeerd,
maar het werd beheerd door de Egyptenaren. De Egyptenaren hebben nooit geclaimd dat het onderdeel was van Egypte. Maar gezien op dat moment de Palestijnen geen officiële overheid hadden, waren de Egyptenaren tussen aanhalingstekens verantwoordelijk voor Gaza. Ze hadden niet echt de meeste aandacht gegeven aan Gaza. Dus het was niet zo dat ze bezig waren met het bouwen van dingen in Gaza, wat dan ook. Allerlei vluchtelingenkampen ontstonden in Gaza, zowel Jabalia als Khan Yunis en al deze andere namen die nu op het nieuws hoort. Dat waren geen steden, dat waren allemaal kampen, letterlijk tenten die werden opgezet. En omdat deze mensen generaties door daar bleven wonen, op een gegeven moment bleven ze niet meer in tenten wonen, maar gingen ze bouwen op de plaats waar ze hun tent hadden gezet. En zo zijn deze plaatsen effectief steden geworden. Ook al noemen wij tot de dag van vandaag nog steeds een plaats zoals Jabalia nog steeds een mukhayyam, een vluchtelingenkamp. Dus de verschillende plaatsen waarin Gaza allerlei vluchtelingenkampen kreeg, waren allemaal plaatsen die extreme armoede meemaakten. En al deze mensen groeiden op in armoede. Al deze mensen waren nog net ontheemd uit hun eigen huizen. Ze hadden hun sleutels nog van hun oude huizen met de hoop dat ze weer terug zouden keren. Sheikh Ahmed Yassin was daar geen uitzondering van. Hij en zijn gezin, die hun huizen uit werden gekikt, hoopten op een dag weer terug te keren. Maar gezien het feit dat zij ook onderdeel waren van onder de vleugel waren van de Egyptische overheid, was reizen vanuit Gaza naar Egypte niet zo heel moeilijk. Dus heel veel mensen die iets van geld konden sparen, spaarden wat en gingen naar Egypte om bijvoorbeeld te gaan studeren. Of misschien te werken en dan weer terug te keren of wat dan ook. Mensen konden niet permanent gaan verhuizen. Maar, en de Palestijnen sowieso waren niet eens van plan om dat soort dingen te gaan doen. De Palestijnen die hadden nog altijd in hun hoofd van, dit is iets wat nu even is gebeurd. Een aantal jaar gaan voorbij en we zullen wel ooit terugkeren naar onze huizen. Het was nooit het idee dat mensen zo lang ontheemd zouden zijn van hun eigen gronden, van hun eigen land, van hun eigen huizen. Sheikh Ahmed Yassin was een van de mensen die naar Cairo ging, naar Al-Qahira, om daar onderwijs te krijgen en daar naar de universiteit en de school naar de universiteit te gaan. En hij kwam daar in aanraking met verschillende bewegingen, maar met name ook de moslimbroederschap. Niet dat hij lid werd van de moslimbroederschap, maar hij raakte wel sterk beïnvloed door hun manier van onderwijzen. De moslimbroederschap is, zoals wij eerder hebben gezegd, een sociale beweging, naast dat het een politieke beweging is. Het is een sociale beweging die zich bezighoudt met het opvoeden van mensen, met onderwijs, met goede doelen, met mensen die het moeilijk hebben. En ze zijn vooral ook bezig en spenderen ook heel veel energie in die tijd. Spendeerden ook heel veel energie aan het opvoeden van kinderen. Kinderen Koran en Sunna meegeven, de juiste aqida meegeven, een goede visie en een doel in het leven meegeven. Dit allemaal met het grotere doel dat de moslimwereld verenigd zou moeten zijn onder één vlag. Met het grotere doel dat uiteindelijk op een dag eventueel de khilafa terug zou moeten gaan keren. En dat kan alleen komen als wij de samenleving daarop voorbereiden. De samenleving, net zoals Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zijn sahaba had opgevoed om uiteindelijk een staat waar te zijn. Dus in Mekka was hij niet bezig met zijn da'wa om een staat op te richten. Nee, hij was bezig met zijn da'wa, met het opvoeden van zijn vrienden. Dat toen zij gingen migreren naar Medina, het toen tijd was om een staat op te richten. Dus het is ongeveer zo'n idee dat we beginnen vanaf de onderkant van de samenleving. We proberen de mensen op te voeden, islam in hun hart te plaatsen, hen de juiste visie over het leven te geven, de prioriteiten recht te zetten enzovoort. En Ahmed Yassin raakte daar heel erg beïnvloed mee. En het zorgde er voor hem ook voor dat hij een doel voor ogen had. En dat is dat hij allereerst zelf genoeg kennis moest gaan opdoen. Dus hij bleef maar zijn kennis opdoen, ook al vertelt hij zelf dat het pakken van een potlood, zoals jij dat kan, een potlood vastpakken met je drie vingers zo en dat erop gaan drukken, dat pijn deed in zijn rug en hand en al zijn gewrichten, subhanallah, deden extreem veel pijn. Sheikh Ahmed Yassin, hier heb je een aantal andere foto's van hem, hoe hij was toen hij nog jonger was. Hier staat hij in het midden. Je ziet dat hij zijn benen niet eens recht kon houden. Hij was niet altijd in een rolstoel trouwens. In die tijd probeerde hij nog te lopen. Maar je ziet, zijn broeders en zijn vrienden moesten altijd bij hem zijn om hem te kunnen dragen of om hem iets van steun te kunnen geven, zodat hij kon manoeuvreren. Je ziet in andere foto's, ik denk dat ik nog een andere foto heb. Nee, hier zit hij. Nee, ik ben die andere foto denk ik vergeten om te plaatsen. Nou, in elk geval. Sheikh Ahmed Yassin keerde terug naar Gaza in de jaren 70. En wat hij had gezien in Egypte, aan moslimbroederschap en hoe zij de opvoeding doen van kinderen en hoe zij bezig zijn met de maatschappij en hoe zij bezig zijn met goede doelen. Hij dacht, ik moet ook zo'n sociale beweging initiëren in Gaza. En Gaza, ook al
waren er verzetsbewegingen in Gaza, onder andere Fetah, onder andere de PLFP, de Marxistische Communistische Bewegingen van Palestina. Hij zag de prioriteit bij het opvoeden van de kinderen. En hij ging van moskee naar moskee. Hij gaf zijn godbas vanaf de minbar. Hij probeerde zoveel mogelijk mensen te beïnvloeden met zijn boodschap. En waar hij voor zorgde, was dat er al gauw een groep jongens, jonge jongens, kinderen en tieners zich om hem heen begonnen te begeven. En hij begon deze jongens op te voeden. En dit bleef hij doen voor zeker 15 jaar lang. Ik zeg in de jaren 70, maar hij was eind jaren 60, na de Zesdaagse Oorlog, was hij teruggekeerd naar Gaza in de jaren 60. Hij bleef dit doen tot en met ongeveer 1980, 81, 82 in die periode. Dat de jongens waar hij in de jaren 60 en 70 mee was begonnen, toen zij nog 10 jaar oud waren, inmiddels al boven de 20 waren. En Sheikh Ahmed Yassin vond dat het tijd was om nieuwe dingen te gaan proberen. Want inmiddels, in de jaren 70, zoals we in een aantal andere lessen hiervoor ook hebben gezegd, heeft hij al bepaalde instellingen gebouwd, zoals de Islamitische Universiteit van Gaza. Hij heeft meegeholpen aan het opzetten van verschillende moskeeën, verschillende goede doelenorganisaties en verschillende ziekenhuizen. En Sheikh Ahmed Yassin had nu een hele grote groep mensen onder zich die hij allemaal had beïnvloed met de boodschap van de islam. En dat de islam de uitgangspunt is van ons leven. En dat de islam zich ook ontleent, of althans rechtvaardigheid ontleent zich ook aan de islam in zijn perspectief. En met name, wat heel erg belangrijk is in ons geloof om ook te begrijpen, het vers waarin Allah subhanahu wa ta'ala de sahaba en Rasulullah sallallahu alaihi wasallam toestemming had gegeven om geweld te gebruiken om hunzelf te verdedigen. Dat was een vers dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft geopenbaard. Uzina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Alladhina ukhriju min diyarihim bi ghayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah wa lawla daf'u Allah an-nasa ba'dahum bi ba'din ila akhir al-ayah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, toestemming is gegeven voor degene die zijn vermoord en zijn bevochten om het feit dat zij moslim zijn. Degene, alladhina ukhriju min diyarihim bi ghayri haqqin, degene die uit hun huizen zijn gezet zonder recht. Met onrecht. Ze zijn onrechtmatig en onrechtvaardig uit hun eigen huizen gezet. Deze mensen hebben toestemming om geweld te gebruiken, om zichzelf te verdedigen, om te vechten tegen de onderdrukker die hen heeft weggestuurd. Net zoals Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samen met zijn sahaba hun huizen uit werden gekikt vanuit Mekka, waren de Palestijnen natuurlijk ook hun huizen uitgekikt en niet eens door hun eigen volk, zoals dat bij Rasulullah was. Nee. Dit was een ander volk. Een volk dat ergens anders vandaan is gekomen en hen uit hun eigen huis heeft getrapt. En daarom heeft Ahmed Yassin ook kristalhelder voor hen gemaakt. En de boodschap echoot tot de dag van vandaag nog steeds. Hij zegt, als mijn eigen broer mij mijn huis uit zou slaan, mijn eigendommen zou van mij zou afpakken en mij zou gaan bevechten tot hij mij wilt gaan vermoorden, dan zou ik hem vermoorden. Ik zou terugvechten. Ik zou geweld gebruiken tegen mijn eigen broer, als hij dat mij zou aandoen. Dit is geen strijd tussen moslims en joden. Want allereerst, wij zijn niet dom om in de val te trappen dat wij geloven dat zionisme iets joods is. Zionisme is de meest perverse interpretatie van het jodendom. En dan refereer ik terug naar de aflevering die we hebben gedaan over zionisme. Is de meest perverse interpretatie van het jodendom. Zionisme is van het jodendom wat ISIS is van de islam. Gewoon zo, je pakt een paar teksten, je draait ze een beetje om en dan heb je, kom, dan gaan we dit doen. En dat is totaal niet wat het jodendom is. Dus het gevecht van Hamas vanaf dag 1, en natuurlijk ook van al de Palestijnen, vanaf dag 1 is niet een gevecht tegen het jodendom. Wij zien in de geschiedenis, toen we het hebben gehad over Salahuddin Ayyubi, de mensen die zijn gekomen en de moslims in huis uit hebben gekikt, waren geen joden, het waren christenen. Hoe zijn de moslims toen met ze omgegaan? Op dezelfde manier als dat wij nu ook met hen moeten omgaan. En dat is dat als iemand mij gaat vermoorden, mijn volk gaat vermoorden, dan vecht ik terug. Punt uit. Jij wilt mij in mijn huis uitkikken, ik ga mijn huis verdedigen. Jij wilt ons vermoorden, wij gaan opstaan en terugvechten. En als dat betekent dat jullie doodgaan als wij terugvechten, dan so be it. Dat was de boodschap van Ahmed Yassin, rahmatullahi alayh, hoe hij dit allemaal had bewerkstelligd. Nou, in de jaren 80 maakte hij de keuze om van deze jongens die hij had opgevoed een nieuwe beweging te starten.
een nieuwe ondergrondse geheime beweging waarin, waarin er militaire acties moeten ondernomen worden tegen de bezetter. En dit begon ongeveer, en er is enige onduidelijkheid hierover over waar het precies begon, maar je kan uitgaan van 1981, 1982, begon hij met deze groeperingen waarin er geweld werd gebruikt. En ze begonnen met het binnensmokkelen van wapens en ze probeerden iets van een verzet te beginnen binnen de grenzen van Palestina. Want bijna elke vorm van georganiseerde verzet was op dit moment Palestina uitgehaald. In het begin naar Jordanië, daarna naar Libanon. Na de burgeroorlog verplaatste de PLO zich helemaal naar Tunis. En langzamerhand, met de Oslo-akkoorden natuurlijk, hadden ze helemaal geen wapens meer. Maar het Palestijnse verzet van binnenin Palestina was opgericht door Sheikh Ahmed Yassin in de jaren 80. Dus nog voor 1987, toen ze officieel naar buiten kwamen met hun, met hun charter, zoals ze dat noemen. Maar oké. Sheikh Ahmed Yassin, die vertelde zijn kameraden precies wat de doelwitten zijn, wie de mensen zijn die ze moeten aanvallen. En het was niet de bedoeling dat Hamas vrouwen of kinderen zou aanvallen. Het was niet de bedoeling dat er zomaar onschuldige burgers zouden sterven enzovoort. Maar ondanks dat, wat er gebeurde, was dat binnen een jaar werd Ahmed Yassin opgepakt. Hij werd opgepakt en hij ging voor het eerst toen naar de Israëlische gevangenis. Israël die pakte hem op verdenking van het maken of het organiseren van een terroristische organisatie. Dus het werd al vrij duidelijk, al vanaf het begin, dat er spionnen waren binnen Gaza, ogen waar Palestijnen waren die andere Palestijnen gingen verlinken bij de Israëliërs. En Sheikh Ahmed Yassin dacht erover na van hoe kunnen we deze mensen aanpakken. Maar hij was op dit moment in de gevangenis. En ook al werd hij opgepakt in de gevangenis, ongeveer rond 84, 85, toen hij werd opgepakt in de gevangenis, terwijl hij vast zat, hadden de Palestijnen twee Israëlische soldaten ontvoerd. Avi Saportas en Ilan Sadoun. Deze twee werden opgepakt. De Israëliërs die kwamen naar Sheikh Ahmed Yassin in zijn cel. Die sloegen hem kapot, sloegen hem op zijn borst, sloegen hem op zijn gezicht, spuugden op hem, gooiden hem op de grond. Dat alles met deze man die niet eens kan lopen. En ze zeiden tegen hem, vertel ons, waar zijn de soldaten? En hij zegt, jullie hebben 24-7 zicht op mij, jullie ogen zijn op mij. En jullie komen naar mij toe en vertellen mij dat er twee soldaten zijn ontvoerd, waar ik niks van weet. En jullie vragen mij waar ze zijn. Ik weet niet waar ze zijn. En toen pas besefte Israël waarmee ze te maken hadden. Ze wisten niet dat deze man al zo lang bezig was met het opvoeden van loyale mensen, van mensen die bereid waren, mensen die gewoon klaargestoomd waren voor een langdurige strijd. Die wisten precies wat ze aan het doen waren en geen leiderschap nodig hadden om te weten welke stappen ondernomen moesten worden. Want hun doel bij het ontvoeren van soldaten was natuurlijk om hun sheikh en bepaalde andere gevangenen ook vrij te krijgen. Nou, dat deze soldaten werden opgepakt, zorgde er niet voor dat Sheikh Ahmed Yassin vrijkwam. Ik verspreek me over één ding trouwens. Ik haal twee gebeurtenissen door elkaar. Deze twee soldaten werden opgepakt, dit was tijdens de eerste intifada. De eerste intifada was nog niet begonnen. Sheikh Ahmed Yassin kwam nu vrij, na één jaar dat hij gevangen heeft gezeten, doordat de PLFP, een andere beweging, de communistische beweging, een aantal soldaten had ontvoerd en ze hadden een gevangenenruil gedaan met Israël. In ruil voor de soldaten die de PLFP te pakken had, mochten er een paar prominente Palestijnen vrijkomen, waaronder de Sheikh Ahmed Yassin. In de eerste intifada, Sheikh Ahmed Yassin, die was natuurlijk een van de eerste die gelijk naar buiten kwam met de declaratie van Hamas. In 1989 werden deze twee soldaten opgepakt. Avi Saportas en Ilan Sadoun. En ik had het in de aflevering over de eerste intifada over ze gehad. Deze twee zijn uiteindelijk vermoord, want de Israëliërs konden ze niet vinden. En bleven zoveel druk zetten dat ze heel dichtbij kwamen. En ze wouden geen gevangenenruil gaan doen. En Sheikh Ahmed Yassin was tijdens de eerste intifada ook weer opgepakt. Maar hij kwam vrij na de Oslo-akkoorden. Kwam hij vrij uit de gevangenis. En dit was een van de deals die werden gesloten met de Palestijnen. Dus hij heeft twee keer in de gevangenis gezeten. Nadat hij vrij was gekomen in de jaren 90. Ik zeg na de Oslo-akkoorden, maar het was na de akkoorden met Jordanië. De Jordaanese overheid die vroeg om de vrijlating van Sheikh Ahmed Yassin in ruil voor een vredesverdrag met de Jordaniërs. Nou,
zodat ik maar even niet veel te lang blijf hangen bij Sheikh Ahmed Yassin. En Sheikh Ahmed Yassin die kwam in 1999 voor het eerst sinds de jaren 60 buiten Palestina. En hij deed een kleine tour in de Arabische wereld. Overal waar hij ging, werd hij ontvangen met open armen. In het jaar 2000 heeft hij een langdurige reeks interviews gegeven met de bekende Al Jazeera-journalist Ahmed Mansour. Zijn getuigenis, zo heet het programma heet Shahidun al-Asr. Dat betekent getuigen voor de tijd. Dus hij interviewt allemaal mensen die belangrijke momenten meemaken in het moment waarin we leven. En hij werd toen geïnterviewd door Ahmed Mansour. Ahmed Mansour is nog steeds levend, hij is nog steeds actief trouwens. En die interviews zijn allemaal te vinden online. Ze zijn wel volledig in het Arabisch, maar hij vertelt zijn volledig levensverhaal in een serie van bijna 8 uur. Dus je kan alles in detail weten over Sheikh Ahmed Yassin. Maar wat ik heel leuk vind om mee te geven is... Waarom gaat de muis niet? Ja, hij gaat... Gaat hij? Ja. فإذا ما حققت الهدف الأول وهو تطهير الأرض الإسلامية من الاغتصاب وقام عليها النظام الإسلامي في هذه اليومية التي أسعى إليها وأرجو الله أن ألقاه عليها فإذا تحققت فذلك فضل وإن مت قبل أن تتحقق قد بدأت الطريق وخطرت خطوات والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلم Nou, dat was een nieuwe edit van Ahmed Mansour, de bekende journalist. Dit is de laatste gedeelte van heel deze serie die hij heeft gemaakt. Hij vroeg hem, wat is jouw wens in jouw leven? En hij gaf eerlijk gezegd echt een kippenvelkrijgend antwoord van. Hij zei, mijn omnia, mijn wens in mijn leven, is dat ik Allah tevreden kan stellen. En ik denk dat het tevreden stellen van Allah gebeurt door onrechtvaardigheid te verwijderen van aarde. Als er een land wordt afgepakt, en hier gebruikt hij in het Arabisch, klopt het wel, als ik het letterlijk vertaal is het een beetje raar. Maar hij zegt dus, als een ard mochtasaba, als een land wordt verkracht, zo betekent dat in het Arabisch, ik weet eigenlijk niet hoe je dat in het Nederlands moet vertalen. Maar als een land hardhandig wordt afgepakt, onrechtvaardig wordt afgepakt, en daar fasad, verderf over wordt verspreid, dan is het verdrijven van het verderf een verplichting en een manier om Allahs tevredenheid te bereiken. Dus je ziet mensen die verkeerde dingen aan het doen zijn. Jij moet opstaan tegen hen vechten om deze onrecht te verwijderen. Dat is wat hij zegt. Want wat zij doen is onrechtvaardig. Ze onderdrukken mensen. Ze vermoorden mensen. Ze mishandelen mensen. Ze verminken mensen. Ze sturen mensen hun land uit. Ze pakken de eigendommen van mensen af om ten koste van andere mensen hun eigen leven daar te gaan bouwen. Zonder recht. Dat is geen recht dat je hebt. In geen enkele aardse, menselijke, goddelijke, geen enkele religie is er een wet die zulke dingen toestaat. Geen enkele moraliteit zou kunnen rechtpraten dat mensen komen vanuit een ander land naar een bepaald land en mensen uit hun huizen halen en zeggen wij gaan in jullie plaats wonen, hen daarvan verdrijven als zij gaan vechten, hen kapot gaan maken, sterker dan hen zijn, hen onderdrukken. En zo. Er is niks goeds aan. Hij zegt, het verdrijven van dit verderf is een manier hoe ik Allah tevreden kan stellen. Als Allah mij toestaat om dit te bereiken in mijn eigen leven, dan ben ik daar heel erg tevreden mee. Als ik er niet toesta, of als ik niet in staat ben dit te bereiken in mijn eigen leven, dan heb ik de eerste stappen hierin gezet. En hoop ik dat Allah subhanahu wa ta'ala de rest van mij accepteert. En ongetwijfeld is als jij iets begint in jouw eigen leven en het nadat jij dood bent, verder gaat, zowel in het goede als in het slechte, Allah subhanahu wa ta'ala alles doorrekent. In het goede en in het slechte. Als jij iets slechts doet en het gaat door naar jouw leven, dan heb je echt een probleem, want het gaat door. Het rekent door. Maar als je iets goeds begint en jij overlijdt en ziet het einde ervan niet,
Maar uiteindelijk is het einde daar gigantisch groot van. Weet dan dat jouw ezer door blijft rekenen, inshallah. Maar oké, dat is een klein spiritueel verhaal. Oké, ik ga gelijk door naar de tweede personage waar ik het over wil hebben. Abdelaziz al-Rantisi. Abdelaziz al-Rantisi was een van de 7 mannen die Hamas hadden opgericht. Hij was de nummer 2 van Hamas. Ik ben 1 ding vergeten trouwens. Sheikh Ahmed Yassin in 2004. Hij was extreem ziek. De martelingen die hij had meegemaakt in de gevangenis hebben een permanente litteken bij hem achtergelaten. Hij kon in 2004 al bijna niet meer ademen. Hij werd bijna volledig blind. Hier was hij nog niet helemaal blind. Hij werd bijna volledig blind. Sowieso was 1 oog al volledig blind. En de andere was meer dan de helft van zijn zicht was hij kwijtgeraakt. In 2004 viel hij een keer van zijn rolstoel af. Hij werd meegenomen naar het ziekenhuis. En de dokter die zei, de sheikh heeft nog maar een paar dagen te leven. En subhanallah, wat de dokter niet wist, was wat in de komende dagen zou gaan gebeuren. Sheikh Ahmed Yassin, in zijn rolstoel, werd geduwd naar de moskee met Salat al-Fajr. En hij kwam de deur uit na het bidden van Salat al-Fajr in de moskee, beste broeders. In de moskee had hij Salat al-Fajr gebeden. Hij kwam de deur uit en gelooft of niet, er stond een Apache-helikopter met 2 raketten, 2 raketten, die allebei op zijn rolstoel werden geschoten. Sheikh Ahmed Yassin's lichaam is helemaal uit elkaar geknald. Er is niks van overgebleven. En subhanallah, zo ook is zijn idee helemaal verspreid over heel Palestina. En is iedereen, net zoals ze dachten, subhanallah, als zij gewoon misschien een dag hadden gewacht, was hij gewoon een natuurlijke dood, had hij misschien een natuurlijke dood gehad. Maar ze hebben van hem een shahid gemaakt. Ze hebben van hem een martelaar gemaakt. Ze hebben van hem een held gemaakt bij de Palestijnen, zonder dat ze dat wisten, zonder dat ze dachten dat zij yani, in hun emotionele sprongen die ze altijd maken, want dat zien we altijd bij de Israëliërs. Ze proberen eruit te zien naar de wereld alsof ze de meest rationele, morele leger op aarde zijn, maar het zijn de meest irrationele mensen. Ze hadden gewoon een dag langer kunnen wachten en deze oude man in zijn rolstoel, die niet eens een pistool kan dragen, die niet eens een pen kan pakken en mee kan schrijven, als ze nog een dag hadden gewacht, was hij gewoon doodgegaan. Als een normaal mens, een normale oude man met ziektes. En subhanallah, zijn dood doet mij denken aan een uitspraak van een hele bekende persoon in onze eigen geschiedenis. En dat is Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Khalid ibn al-Walid, deze grote strijder, deze grote sahabi, de grootste generaal in de islam, die meer dan 100 veldslagen had gewonnen en nog nooit eentje had verloren. Khalid ibn al-Walid, die vertelt op zijn sterfbed, toen hij doodziek was, zegt hij, er is op mijn lichaam geen ene plaats waar er geen snee is van een zwaard of een prik van een pijl of een speer. En er is geen ene slagveld die ik had gehad waar ik niet hoopte de martelaarschap, de shahada, gewoon daar op het slagveld zou krijgen. Want dat is wat de moslim wil. Die wil doodgaan op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Niet zomaar, je toch, als een... Dus wat zegt Khalid ibn Walid? Hij zegt, en kijk nu naar mij, ik ga dood... Net een kameel. Een oude kameel. De Arabieren hadden altijd hun voorbeelden die ze altijd halen, was altijd de kameel. Hij zei, ik ga dood net een oude kameel. Mogen de ogen van de lafaards nooit slapen. De lafaard die altijd maar bang is van de dood. Die altijd maar bang is van dat er iets met hem gaat gebeuren. Die altijd maar bang is van wat er morgen gaat gebeuren. Die zo voorzichtig gaat doen, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, أَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا. Waar jullie dan maar ook zijn, zal dood jullie treffen, ook al waren jullie in de verste van de verste, subhanallah. Maar oké, dat is Sheikh Ahmed Yassin en hoe hij kwam te overlijden. We gaan door. Hoe gaat dit verder? Kan je door naar de volgende? Oh ja. Nou, Abdelaziz al-Rantisi. Nou, hij is, zoals ik net had gezegd, hij is de nummer 2 van Hamas. En werd gelijk na de moord op Sheikh Ahmed Yassin, werd hij de leider die Hamas toen had overgenomen. En hij was in principe de opvolger, laat ik het zo zeggen. De nummer 2 van Hamas werd op dat moment de nummer 1. En hij heeft ook een hele bekende uitspraak waarin hij stond voor een hele grote groep mensen. En een van de bewakers van de Qassem-brigades achter hem stonden. Hij pakte zijn Kalashnikov en hij zei, dit is mijn enige dialoog met de Zionist. Hada hiwari ma'a as-sahyuni is wat hij zei. Abdelaziz al-Rantisi was een hele andere profiel. Was een hele andere type dan Sheikh Ahmed Yassin. Ook hij heeft meerdere keren in de gevangenis gezeten. Ook hij is meerdere keren gearresteerd en staande gehouden in Egypte geweest. En beïnvloed door de moslimbroederschap enzovoort. Maar
zijn verhaal is net een klein beetje anders. Hij ging naar Egypte. En ook al kwam hij niet echt in de cirkels van de moslimbroederschap, hij belandde wel bij verschillende prominente geleerden van de Egyptenaren, die heel veel dawa en jihad aan het propageren waren in Egypte destijds. Hij leerde van ze. Hij keerde terug met een hart vol met iman naar Gaza. Hij werd een kinderarts. Deze kinderarts, hij was gewoon, yani zijn specialiteit was totaal iets anders dan wat je zou verwachten. Hij was een kinderarts, heel erg actief in de samenleving van Gaza. Een van graduates, de afgestudeerden van Islamitische Universiteit van Gaza, waar onder andere Sheikh Ahmed Yassin de oprichter van was. En hij kwam in aanraking al gauw met Sheikh Ahmed Yassin via de khutbas die hij aan het geven was in de verschillende moskeeën. En hij voelde zich zo erg aangetrokken tot de boodschap van de Sheikh Ahmed Yassin en werd een van deze jonge jongens, die in de cirkel terechtkwamen van de Sheikh Ahmed Yassin in de jaren 60 en de jaren 70. Abdelaziz Arantisi, de eerste aanraking die hij had met de Israëliërs was een hele andere. Hij had zijn eigen kliniek in Gaza, in Khan Yunus. En de Israëliërs die kwamen, natuurlijk na 1967 was Gaza bezet door de Israëliërs. Dus zij waren in principe met hun militaire aanwezigheid de baas in Gaza. De Israëliërs kwamen aankloppen in zijn kliniek en zeiden tegen hem, hey, je bent al een jaar open, belasting. Hij zegt, belasting? Je komt eerst mijn land afpakken en dan wil je ook nog eens dat ik belasting betaal aan jou. En hij weigerde belasting te betalen. En dit was zijn eerste aanraking, waardoor hij werd opgepakt in de gevangenis. En in de gevangenis werd gezet. Hij werd in de gevangenis gezet, niet voor terrorisme, maar voor belastingontduiking. Of voor het weigeren om belasting te betalen. In de gevangenis, wie kwam hij tegen in de gevangenis? En wie werd zijn beste maatje in de gevangenis in de jaren 80? Dat was Sheikh Ahmed Yassin. En zo werd hij ineens niet meer een leerling op afstand. Iemand die zijn god was aan het luisteren was. Iemand die bij die cirkel zat van die jongens die van hem les kregen. Nee. Nu was hij iemand die gewoon één op één met Sheikh Ahmed Yassin kon zitten. Extreem beïnvloed werd door hem. Extreem close werd met de Sheikh Ahmed Yassin. En hiermee ook nog eens het vertrouwen had gewonnen van de Sheikh Ahmed Yassin. Om één van de zeven mannen te zijn waarmee Hamas was gelanceerd in de 1987. Ik heb hier een kleine video van hem toen hij in 2003 of 2004, ik weet niet precies wanneer dit filmpje was opgenomen. Het is een filmpje van 4 minuten. Ik kan hem op de ding zetten, maar ik heb hier een fragment van 20 seconden. Gaat hij wel? Kun je hem even aanklikken, Galit? Yes. Nou, ik weet niet of het konden horen of niet. Hij zegt, ben je bang om dood te gaan? Ik ben niet bang om dood te gaan. Je gaat dood. Of aan kanker, of door een Apache helikopter. Je kan doodgaan door een cardiac arrest, dat is dat je een hartstilstand krijgt. Of een Apache. En als je het eerlijk gezegd aan mij vraagt, ik heb liever een Apache. Weet je hoe hij is vermoord? Met een Apache. Hij heeft precies gekregen waar het hij om vroeg, subhanallah. Ook in 2004. Abdelaziz Arantisi werd vermoord in 2004. En ook al was zijn rol eigenlijk altijd als tweede man achter Sheikh Ahmed Yassin, subhanallah, hij was ook gelijk de eerste leider van Hamas die direct na Ahmed Yassin werd vermoord in hetzelfde jaar, notabene, als Sheikh Ahmed Yassin. Zijn moord daarentegen was wel een klein beetje bijzonder. Want hierin kwam gelijk een, althans niet kwam gelijk, maar dit is wel even in ons verhaal, even belangrijk om te weten, dat ook hij werd vermoord door verraad van Palestijn. Want iemand zoals Abdelaziz Arantisi beweegt niet zomaar vrij in Gaza. En er waren toen, voor zover bekend, niet van die grote tunnels waarop je rechtop kon staan in Gaza. Ook al waren de Israëliërs daar nog. Nee, Abdelaziz Arantisi die beweegt natuurlijk heel erg subtiel, vermomt zich af en toe, slaapt nooit op dezelfde plaats, gaat van huis naar huis. Als hij van A naar B moet, gaat hij nooit in één auto zitten. Hij gaat eerst in één auto zitten, terwijl er 3 andere auto's van dezelfde plaats ook vertrekken en verschillende wegen gaan nemen in Gaza. Dat als er iemand is die hem in de gaten probeert te houden, ze nooit echt precies weten in welke auto hij zit. En dan stapt hij over naar een andere auto en dan weer naar een andere auto en dan weer naar een andere auto. En dat doen ze telkens
continu op deze manier, zodat de Israëliërs niet doorhebben waar deze leden van Hamas eigenlijk allemaal wel niet zitten. En dit was hoe eigenlijk het verzet al vanaf de jaren 80 tot aan dat Israël Gaza had verlaten, was het verzet altijd op deze manier. Altijd op subtiele manieren, vermomd als verschillende mensen enzovoort, altijd aan het bewegen dat ze niet te zien waren. Nou, Abdelaziz al-Antisi was daar geen uitzondering van. Oké, nu krijgen we weer hetzelfde. Oké, Yahya al-Ayyash is de volgende persoon waar ik het over wil hebben. Yahya al-Ayyash, misschien hebben jullie die film voorbij zien komen. Er is een film die heet The Engineer. Niet kijk. The Engineer is gewoon een pure propagandafilm. Gemaakt door Hollywood, of course. Maar het gaat over hoe de Israëliërs Yahya al-Ayyash te pakken hadden. Maar waarom noemen zelfs de Israëliërs, zelfs in Hollywood, ook al beelden ze hem af als de meest slechte, immorele man ever. Waarom noemen ze hem zelfs de engineer? Yahya al-Ayyash werd geboren in de jaren 70. Een van de jongere gasten. Kwam in aanraking met de da'wa van de Sheikh Ahmed Yassin als kind. Yahya al-Ayyash leerde in de jaren 80 de volledige Koran uit zijn hoofd. En was een van de top afgestudeerden van Beer Zeit Universiteit in het Daffa, in de westelijke Jordaan-oever. Was hij een van de topstudenten, was een extreem goede ingenieur. Extreem goed in elektro-engineering en in andere soorten vormen van ingenieurschap. En in 1987 was hij al gelijk een van de eerste jongens die meedeed met de intifada. En wat hij al gelijk merkte, was dat als jij als Palestijn een steen pakte en die gooit tegen de Israëliërs, het maakt ze wel bang, want ze staan wel op en slaan heel hard terug. Maar de verhouding is gewoon, de onevenredigheid is gewoon heel duidelijk. De Israëliërs komen met tanks, met Apaches, met RPG's, met bommen. En wij gooien met stenen. En op zijn best gooien we Molotov cocktails. Dus Yahya al-Ayyash die nam de strijd eigenlijk naar een hele ander niveau. En Yahya al-Ayyash wordt the engineer genoemd door zowel de Palestijnen, ze noemen hem al-Muhandis, als de Israëliërs, ze noemen hem the engineer. En de Israëliërs noemen hem de kat met 9 levens. Want zoveel keer hebben ze geprobeerd deze man te pakken, maar het lukte hem gewoon niet. Yahya al-Ayyash was een geest. Ze konden hem niet pakken, ze wisten niet waar hij was. Want Yahya al-Ayyash stond op en gebruikte zijn kennis om bommen te maken. En niet zomaar bommen. Hij begon met zijn simpele molotovs, die hij even ging uitbreiden. Maar hij kwam al heel gauw bij TNT-achtige bommen. En hij kwam al gauw bij bommen die in principe hele restaurants, huizen, bussen, alles waar je die bommen gewoon neer kon leggen, dat het gewoon de dak er gewoon vanaf vloog. Het waren geen kleine bommen meer. Yahya al-Ayyash, hij leerde deze bommen natuurlijk maken en hij testte ze. En het lukte hem jarenlang om dit te blijven doen, dat de Israëliërs gewoon gek werden. En ze wisten in het begin niet eens wie de man was achter deze bommen en ze noemden hem gewoon al-Muhandis. Tot ze later, via verraders nogmaals, erachter kwamen dat het ging om Yahya al-Ayyash. Yahya al-Ayyash bewoog niet alleen maar in het Daffa, in de westelijke Jordaan-oever. Hij bewoog natuurlijk van stad naar stad in de westelijke Jordaan-oever, maar hij stak ook soms over. Hij had een aantal vrienden leren kennen, die zagen zijn kennis van hoe ze bommen moesten maken, want hij was in principe in zijn eentje aan het werk. Geen enkele groep om hem heen, wat dan ook. Een paar van zijn oud-klasgenoten waren inmiddels allemaal lid van Hamas. Allemaal lid van de Qassam Brigades. Allemaal in het geheim, want je kon niet openbaar lid zijn van Hamas. Deze leden van Hamas zagen zijn kracht, zijn kennis, zijn doorzettingsvermogen. Dus ze hadden hem gerekruut en namen hem mee naar Gaza. En hij leerde daar allerlei andere Qassam-strijders kennen. En zijn taak werd nu eigenlijk veel interessanter. Want Yahya al-Ayyash stopte met zelf bommen maken en leerde andere mensen bommen maken. En dat was een nieuwe stap. Want stel je eens voor dat Israël inmiddels, toen ze wisten wat zijn naam was, begonnen ze ook te merken dat als er een bom ontplofte, of dit van al-Ayyash was of niet. Want zijn bommen waren uniek. Geen enkele Palestijn kon bommen maken zoals hij. Yahya al-Ayyash was zo erg gedreven. Hij had zoveel kennis overgedragen aan de rest van de Qassam-strijders, dat ineens het leek alsof Yahya al-Ayyash overal in Palestina was. En overal natuurlijk ook in Israël was. Want alle verschillende steden van Israël kregen te maken met zijn verschillende bommen. Yahya al-Ayyash was aan het onderduiken van plaats naar plaats. Het lukte de Israëliërs niet om hem in hun eerste slag, dat ze hem eindelijk hadden gevonden, bombardeerden ze zijn huis
en was ze niet vermoord. De tweede keer dachten ze dat ze te pakken hadden en bombardeerden ze een auto en bleek hij niet in de auto te zijn. De derde keer hebben ze nog geprobeerd om te leggen, maar was hij niet de persoon die ze bedoelden. Yani, telkens lukte ze niet. De derde keer was ze ook niet gelukt. De vierde keer lukte het dan alweer niet. De vijfde keer dachten de Israëliërs dat ze hem hadden, maar hadden ze hem nog steeds niet. Maar de zesde keer was nog steeds niet gelukt. De zevende keer hadden ze Yahya al-Hayesh nog steeds niet te pakken. De achtste keer hadden ze een masterplan ontwikkeld. En dit keer zouden ze hem hebben, maar het was nog steeds niet gelukt. Yahya al-Hayesh had zelfs, toen hij naar Gaza was gegaan, zijn ouders op bezoek gehad vanuit de westelijke Jordaan-oever en zijn vrouw. En hij trouwde opnieuw en kreeg een kind. En de Israëliërs hadden hem niet gevonden. Deze man was een geest. Ze konden hem niet vinden. En de enige foto die ze van hem hadden, was deze foto. En that's it. Yahya al-Hayesh was gewoon overal en nergens. En deze mohandis, deze ingenieur, uiteindelijk het enige wat de Mossad kon doen, was graven en graven en graven en graven en zoeken naar verraders. Mensen die bereid zijn voor geld zijn locatie op te geven. Maar zelfs als zijn locatie bij de Israëliërs was, kreeg de Israëliërs hem niet te pakken. Telkens wist hij net, subhanallah, op een of andere manier de dood te ontsnappen. Yahya al-Hayesh, wat er uiteindelijk met hem gebeurde, was dat hij, dat de Mossad een patroon had ontdekt door zijn buurman die onder hem woonde en ook degene was die de kamer aan hem verhuurde in Gaza, dat hij elke vrijdagochtend zijn vader ging bellen. Dus niets vermoedend had een van zijn zogenaamde vrienden hadden hem een telefoon gegeven. En op dat moment dat hij zou gaan bellen met zijn vader, hadden de Israëliërs, die een explosief in deze telefoon hadden gedaan, net toen hij had opgenomen en ze zeker wisten dat hij met zijn vader aan het praten was, en zij hoorden dat, hallo baba, toen ging de bom bij zijn oor. Eigenlijk iets heel soortgelijks met wat er recent is gebeurd met Hezbollah. De pagers zijn ontploft in de zakken van al deze mannen. Yahya al-Hayesh is eigenlijk de OG. Hij is de eerste die dit heeft meegemaakt. Een telefoon bij zijn oor en die was daar ontploft. De buurman onder hem en boven hem kon niet eens horen dat die bom ontplofte. Zo'n kleine bom was het. Maar het was natuurlijk genoeg dat als je het zo laat ontploffen naast je hoofd, dat je natuurlijk gelijk dood bent. Yahya al-Hayesh was een nachtmerrie voor de Israëliërs. En ze waren zo trots en zo blij dat ze hem hadden afgemaakt. Maar wat de Israëliërs niet begrijpen aan Hamas, is dat het niet uitmaakt hoeveel je van hun prominente namen vermoordt. Op een of andere manier zal de nachtmerrie van deze namen Israël blijven achtervolgen. Want de Palestijnen die hebben nu hun grootste raket, Hayesh 250 genoemd. Weet u waarom hij 250 heet? 250 ton? Nee, niet omdat hij 250 ton weegt. Dat zou wel echt kapot veel zijn. Maar nee, het is niet 250 ton. Maar de reden is nog veel meer. Ja, ik weet niet, voor mij was het echt, mijn mond ging echt ervan open. Iemand, kan iemand wat raden? Het is 250k trouwens. 250k. Kiosk. Sorry? Kiosk. Kiosk? Wat is dat? Kiosk? Ah, nee. 250? Iemand? 250 kilometer. Deze raket kan 250 kilometer vliegen. 250 kilometer is vanuit Gaza de meest zuidelijke punt en meest noordelijke punt van het bezet gebied. Ze kunnen heel Israël raken met deze raket. Dit is de Hayesh 250. In deze oorlog maar een paar keer geschoten. En Hamas heeft er nog heel veel van. Dit zijn al hun raketten. Dit zijn de raketten die ze krijgen van het buitenland. Maar dit zijn de raketten die ze zelf hebben gemaakt. 12 kilometer, 20 kilometer, 40 kilometer en helemaal beneden zie je de bigge raket die ze hebben. El Hayesh 250, hier staat er een R op trouwens. Geen idee waarom het een R is. Ik had gelezen op internet 250k. En niet alleen zijn naam, maar ook zijn foto. De enige die bekend is. Letterlijk, El Hayesh die vliegt in de lucht van de luchtruim van Israël tot de dag van vandaag. En hij was voor het eerst gelanceerd in 2021. Dus hij is ook echt een vrij nieuwe raket. En hij was gelanceerd op de laatste dag van de slag van Seif al-Quds in 2021. Toen Hamas en Israël net een wapenstilstand gingen sluiten, schoot Hamas plotseling ineens deze raket helemaal naar het zuiden.
dat helemaal niks te maken had met de slag van 2021. Maar oké, daar komen we nog misschien. Oké, de volgende persoon waar ik over wil praten is Abdallah al-Barghouthi. Abdallah al-Barghouthi was iemand die extreem was beïnvloed door niemand minder dan Yahya al-Ayyash. Yahya al-Ayyash, die allemaal mensen bommen had leren maken. Abdallah al-Barghouthi, zijn verhaal is nog veel gekker. Abdallah al-Barghouthi, in tegenstelling tot Yahya al-Ayyash, leeft nog steeds. Maar zijn verhaal is anders. Ik kom er zo aan. Abdallah al-Barghouthi was geboren niet in Palestina. Hij was geboren in Kuwait. Want zijn ouders die waren gevlucht uit Palestina in de jaren 50. Vluchtten ze uit Palestina en gingen ze leven in Kuwait. En daar waar hij in de Kuwaitische samenleving groot werd, daar waar hij niet echt de Palestijnse cultuur meekreeg, maar meer de Kuwaiti cultuur meekreeg. Deze les gaat denk ik een beetje lang duren, jongens. Ik ga het proberen in het kort. Maar oké. Daar waar hij eigenlijk niet de Palestijnse cultuur meekreeg, gebeurde er in zijn jeugd iets wat hem heel zijn leven is bijgebleven. En dat is dat er op een dag gewoon plotseling een Palestijnse bruiloft was in zijn straat. En zijn ouders, hij werd wakker in de ochtend, hij zag zijn ouders allemaal van die bruiloftkleren aandoen. De Palestijnse jurken werden aangedaan, de Palestijnse duf kwam erbij. En je ziet, subhanallah, Palestijnen hebben een echte cultuur, unlike die anderen. Maar ze hebben een echte cultuur. En hij ziet van bruiloft. Hij zegt, mama, wie gaat er trouwen? Hij is zo'n klein kind. En ze zegt, ja, habibi, jouw neef is overleden. Dus we hebben vandaag een urs, we hebben vandaag een bruiloft. Hij zegt, mama, hebben we, als iemand doodgaat, hebben we toch een aza, niet een hors, niet een ors, zeg maar. We hebben hoe noem je dat? Als iemand doodgaat, dan doe je niet een genaze, maar dat mensen komen rouwen, zeg maar. Sorry, een? Uitvaart, ja, rouwdienst, uitvaart, zoiets, zeg maar. Ze zegt, nee. Ze zijn niet zomaar doodgegaan. Jouw neven zijn shuhada geworden, martelaren. Ze hebben gevochten tegen de bezetter. En ze zijn fi sabilillah overleden. En wij zijn daar blij mee. En ze hebben een hele feest gehouden in Kuwait. En de Palestijnen kwamen hun feliciteren met dat ze een neef hebben die naar al-Jannah is gegaan. Zo zag Abdallah al-Barghouthi dat voor zich gebeuren. En plotseling werd hij geïnteresseerd in de Palestijnse zaak. Hij was nog maar een kleine jongen van 10, 11 jaar oud. Dus hij werd geïnteresseerd in de Palestijnse zaak. En wat is Palestina? En waarom leven wij in Kuwait? En hij kwam er gauw achter. Dit wat ik hier aan het doen ben is, ik moet iets anders gaan doen met mijn leven, bij wijze van. Hij migreerde met zijn ouders van Kuwait naar Jordanië, dichter bij Palestina. En toen hij klaar was met zijn studie, wou hij gaan specialiseren. Hij zei tegen zijn ouders, ik wil naar Zuid-Korea. Hij ging naar Zuid-Korea en hij belde zijn vader en hij zegt, luister, ik ga mijn paspoort nu verscheuren. Want ik wil niet terug totdat ik mijn doel heb bereikt. Abdallah al-Barghouthi die begon gewoon te werken in Korea. Zonder taal, zonder geld, zonder whatever. En hij bouwde zichzelf op in Korea door eerst de meest simpele baantjes te doen. Maar hij kwam al gauw terecht in verschillende banen waar hij de Koreaanse taal onder de knie kreeg. En om contact te leggen met zijn ouders hackte hij destijds, in de jaren 90, hackte hij de telefoonlijnen van Korea om een gratis lijn te kunnen openen tussen hem en zijn ouders in Jordanië. Voor 6 jaar lang was hij gratis aan het bellen met zijn ouders vanuit Zuid-Korea naar Jordanië. En Abdallah al-Barghouthi die werkte bij een ICT-bedrijf en hij hackte de militaire diensten van Korea en kwam gewoon in militaire websites terecht, begon informatie te verschaffen over militaire Amerikaanse wapens die de Koreanen hadden. En raakte gewoon zo in aanraking met hacken, IT, wapens, van alles. En hij deed alle kennis op die hij kon opdoen. En hij trouwde in Korea. En toen hij een keer werd gepakt in Korea, met deze illegale dingen die hij aan het doen was, werd hij het land uitgezet en moest hij terug naar Jordanië. Hij nam zijn vrouw mee naar Jordanië. Dit wat ik nu vertel trouwens, is door hem zelf opgeschreven in zijn autobiografie. Die staat allemaal online. Als je gewoon typt Abdallah al-Barghouthi boek. Ik weet niet of het in het Engels is of niet, maar hij heeft in elk geval een boek waar hij zijn eigen levensverhaal vertelt. Maar in elk geval, Abdallah al-Barghouthi, die kwam terug naar Jordanië. Die trouwde opnieuw. Hij nam een tweede vrouw, omdat zijn eerste vrouw geen kinderen kon krijgen. En Abdallah al-Barghouthi trouwde dit keer niet met een Jordaanse of een andere buitenlander. Hij trouwde met een Palestijn. Om zich weer vast te klampen aan de Palestijnse zaak. Je moet in de gaten houden dat we Isha niet zo ons gaat.
Maar oké, ik ga even sneller door het verhaal heen. Hij had natuurlijk de eerste intifada op afstand meegemaakt, maar inmiddels was het al tijd voor de tweede intifada. En Abdallah al-Barghouthi, die verhuisde naar Palestina, opende een ICT of een computerzaak waarin hij allerlei apparaten, elektronische apparaten ging verkopen. En hij werd heel rijk door zijn onderneming. Hij had een groot huis, had een mooie auto. En hij had een neef van hem die best wel vaak bij hem op bezoek kwam, Omar al-Barghouthi. En Omar en Abdallah waren hele goede vrienden. En Omar probeerde invloed uit te oefenen op zijn neef Abdallah. Want Omar was niet zomaar iemand. Omar was onderdeel van Hamas. En Omar die begon een keer te praten over Hamas. En zegt van, wat vind je ervan als we dit en dit en dit gaan doen? Jij hebt deze kennis en jij hebt deze dat. En Abdallah zegt tegen Omar, kom met mij mee. En hij nam hem mee naar het platteland. En hij legt een kist neer op de grond. En Abdallah en Omar gingen op ongeveer 30 meter afstand staan. En Abdallah haalt iets uit zijn zak en klikt op het knopje. En Omar ziet de grootste explosie die hij ooit heeft gezien in zijn leven. En besefte toen dat die mooie auto van Abdallah, dat mooie huis dat hij heeft en die grote zaak een hele grote façade is. Abdallah al-Barghouthi was voor zichzelf als een lone wolf aan het bouwen, aan het opereren om een hele grote wapenarsenaal te maken om de Israëliërs hiermee te terroriseren. Dat was zijn doel. Zijn doel was de Israëliërs pijn doen om wat zij de Palestijnen hebben aangedaan. Simpel. Dat was gewoon zijn doel. Abdallah al-Barghouthi was verantwoordelijk voor uiteindelijk... Hij was opgepakt trouwens in vijf dingen. Hij was verantwoordelijk voor 188 aanslagen in Palestina. Tijdens de Tweede Intifada allemaal. Deze man, dit was de grootste probleem van Israël tijdens de Tweede Intifada. Hij was verantwoordelijk voor 188 aanslagen, maar hij heeft een ander record op zijn naam staan. En zijn record is dat hij 62 keer levenslang heeft gekregen. Weet u hoeveel jaar dat in de gevangenis is? Dat is 5200 jaar. Hij is veroordeeld tot 5200 jaar lang in de gevangenis. Dit is Abdallah al-Barghouthi en dit is een filmpje die je moet zien. Gaat hij? Hij leeft nog steeds. The land is the everything, and what we expect from us. What we do is nothing. They kill more than 3,000 Palestinians. What we kill? Well, thousands who understood with this nothing. Here, we don't care about what they say. We care about what happened for us. They destroy us, we must destroy him more. Because this art, the Holy Quran, we say, who starts to destroy you, you should destroy him. I know I will get freedom soon. Maybe not today. After today, I will get the freedom. And I will be one of the big political men in this world in Palestine. When you decide to go outside, you will go. It's easy. Easy more than that. We will come outside. I will see my children, my family, and I spend all my life in the beach swimming. Hij heeft een hele lange interview op SoundCloud, gewoon via de telefoon gedaan. Kun je naar de volgende ding gaan? Hij heeft een hele lange interview op SoundCloud, via de telefoon. Abdallah al-Barghouthi heeft verder... Hij zit nogmaals in de gevangenis, zoals ik al zei. Hij leeft nog steeds, Abdallah al-Barghouthi. En waarom ik Abdallah al-Barghouthi heb genoemd, want hij leeft nog. Je zou zeggen, hij is ook niet een hele grote leider binnen Hamas. Dat klopt, hij is geen leider binnen Hamas. Maar zijn naam staat bovenaan de lijst die Hamas aan Israël heeft gegeven. Met dit zijn de gevangenen die het eruit willen hebben. Willen jullie gijzelaars terug? Wij willen Abdallah al-Barghouthi terug. Dat is wat ze hebben gezegd. En Hamas, wat heel veel mensen niet weten, is ze hebben een paar topgeneraals gegijzeld in Gaza. Waar mensen bijna niet over praten. Zeggen, de hostages. Israël wil die twee generaals terug. En Hamas gaat dus die generaals niet teruggeven als zij niet Abdallah al-Barghouthi en allerlei andere Palestijnse gevangenen terugkrijgen. Nou, even snel door. Mohammed al-Dif. Misschien hebben jullie van deze naam gehoord. Want Mohammed al-Dif leeft ook nog steeds. Mohammed al-Dif in het kort is de huidige leider van de Qassam-brigades. Hij is de huidige leider van Kitab al-Qassam.
je zou kunnen zeggen, minister van Defensie van Gaza op dit moment. Mohammed al-Dif heeft een nog bijzonderder verhaal dan alle andere verhalen die ik net heb genoemd. Want zijn naam is niet Mohammed al-Dif. Wij weten niet hoe hij heet. Mohammed al-Dif betekent letterlijk Mohammed de gast. Waarom gast? Want hij heeft, zeggen de legendes, in elk huis in Gaza is hij gast geweest en heeft hij daar geslapen. Hij sliep nooit twee nachten in één huis. Hij is een geest, niemand weet hoe hij eruit ziet. Niemand weet hoe hij eruit ziet, dat is, laat het even erin bezinken. Ik heb één foto voor jullie. Dit is de enige foto die we hebben van Mohammed al-Dif, genomen in de jaren 80. In de jaren 80. Als ik mijn vader in de jaren 80 zou zien, zou ik hem niet herkennen. Dus besef, dit is Mohammed al-Dif. Zijn enige foto van hem is genomen in de jaren 80 toen hij was opgepakt. Hij was een van de jongens in de jaren 60 opgegroeid. Beïnvloed door Ahmed Yassin, opgevoed door Ahmed Yassin, rahmatullahi alayh. En al gelijk meegenomen in de militaire strijd in Gaza vanaf de jaren 80, toen Sheikh Ahmed Yassin was begonnen met de militarisering van het verzet. Ik zal er even snel doorheen. Mohammed al-Dif is, er zijn 7 officiële pogingen gewaagd door Israël om hem te executeren. 7 keer mislukt en hij zat 1 keer in hun gevangenis en is vrijgekomen. Dus de Israëliërs, ze hebben het zo vaak meegemaakt dat ze iemand oppakken en vrijlaten. En dan is hij een groot probleem voor ze. En een van deze mensen is Mohammed al-Dif. Nou, Mohammed al-Dif, pas geleden werd er gezegd op het nieuws, wereldnieuws, werd dat hij was vermoord door een Israëlische airstrike. Maar laten we even daar de achtergrond van geven, van waarom denkt Israël dat? Mohammed al-Dif, er wordt gezegd dat de Israëliërs met alle huizen die ze zijn binnengekomen in Gaza, die ze niet hebben vernietigd, ergens een computer hebben gevonden met daarop een filmpje. En ze zeggen, dit is Mohammed al-Dif. Dit is een vriend van hem en je ziet, ze zitten buiten in een park in Gaza. Hier zie je een andere foto. Je ziet hem met Amerikaanse dollars in zijn hand. I don't know hoe die in Gaza komen. Kijkend naar een horloge. Theetje. Ik denk dat ik in een foto ook een vuurtje zag ergens, maar goed in elk geval. De Israëliërs, om hun eigen moraal hoog te houden, was in de 6 pogingen die ze hebben gewaagd om Mohammed al-Dif te vermoorden, hebben ze gezegd, ja, hij heeft zijn arm verloren. Hij heeft zijn been verloren. Hij zit in een rolstoel. Hij is blind. Hij is dit, hij is verminkt, hij is whatever. En Mohammed al-Dif in alle video's die hij heeft gemaakt, hij ziet er niet uit zoals Abu Obeida die zijn gezicht bedekt heeft. Nee, zijn stem wordt vermomd, zeg maar. En hij wordt opgenomen met een schaduw. Dus je ziet iemand bewegen, maar het is helemaal zwart en donker. Dus je kan niet zien wie het is. Nu, hier zie je hem zo zitten, chillen, met zijn theetje in zijn hand. Een paar 100 Amerikaanse dollars in zijn handen. Je ziet, hij heeft 1 oog niet, als dit Mohammed al-Dif is, Allahu alam. En je ziet hij met zijn vriend een 4 paar schoenen, of 2 paar schoenen hier. Dus hij heeft zijn benen nog. In elk geval, er is geen enkel bewijs dat hij in een rolstoel zit. Geen enkel bewijs dat hij vermoord is. En de enige reden waarom Israël zei, we hebben hem, was omdat ze het huis hebben gebombardeerd van deze man. Ze wisten wie deze man was, ze hebben hem geïdentificeerd. Ze hebben zijn huis gevonden in een Nusayrat, is een vluchtelingenkamp in Gaza. Hebben die gebombardeerd en claimde dat Mohammed al-Dif dood is. Mohammed al-Dif leeft nog. Maar zou hij dood zijn, maakt dat wat uit. Jullie hebben Rantisi vermoord, jullie hebben Sheikh Ahmed Yassin vermoord, pas geleden Ismail Haniyeh vermoord. En dan, het gaat allemaal verder. Oké. Hier ergens tussenin gebeurde er iets. In 2005. In 2005 werd er een hele belangrijke persoon ontvoerd. En zijn naam is Jalaad Shalit. Is het al Maghrib? Aisha? Het is al tijd voor Aisha. Half minuut, ja. Ja, ik denk dat we gewoon Aisha mag. Althans, nog 8 minuten. Prima, ik probeer het even snel te doen voor Salat Aisha. Nou, Jalaad Shalit is een Israëlische soldaat. Die was in zijn tank, de grens van Gaza, bij Karam Abu Salem, zeggen de Palestijnen, en Kiryat Shmona, zeggen de Israëliërs. Hij zat daar in zijn tank. En de Palestijnen hadden toen net hun eerste versie van tunnels in Gaza, waarin je een half uur lang moet kruipen om uit Gaza te komen. Ze kwamen Gaza uit, ze zien een tank, ze vallen de tank aan. Er kwamen een paar soldaten uit de tank.
De Palestijnen en de Israëliërs schieten op elkaar. Een paar Israëliërs gaan dood, een paar Palestijnen gaan dood. En er kwam er één soldaat uit en die schoot niet. Dus de Palestijnen die springen op hem, pakken hem, trekken hem uit de tank, bellen hun leider op en zeggen: wat moeten we doen met hem? En ze zeggen: breng Jalaad Shalit met jullie mee naar Gaza. Ze kruipen de tunnels in, ze nemen Jalaad Shalit mee en ze verbergen hem in de huizen. En dit was de eerste grote, groot nieuws, wereldnieuws. De Franse Israëliër, die werd gekidnapt door Hamas, die zat nu vast in Gaza vanaf 2005. En Hamas had voor het eerst een Israëlische soldaat gekidnapt. En dat het allemaal vast was gelegd. En probeerde nu een hele grote druk te gaan zetten op het Israëlische leger. Jalaad Shalit, hier zie je hem met Benjamin Netanyahu. Dit is de Franse Israëliër. De Palestijnen die werden heel erg onder druk gezet. De Israëliërs werden woedend en razend hoe het nog kan gebeuren dat Palestijnen opstonden, in een tunnel hun soldaat doorheen sleepte. En het was gewoon zeer, zeer vernederend voor de Israëliërs om zoiets mee te maken dat deze persoon van hen werd ontvoerd. Want voor de Israëliërs was het heel belangrijk natuurlijk, en nog steeds. Het is heel belangrijk voor de Israëlische overheid om haar burgers te kunnen vertellen: je bent in Israël veilig. Wij Joden zijn nergens op de wereld veilig behalve Israël. We hebben Israël nodig om veilig te zijn. Dat is natuurlijk het bericht dat zij naar de wereld toe uitspreken. Het probleem hierin, wat dus Hamas nu voor hen had gedaan, was dat de Israëliër eigenlijk niet meer veilig voelde. Ook al als er één soldaat werd ontvoerd, dat deze mogelijkheid bestond, dit zou een Jood niet ergens anders op de wereld meemaken. Dit zou een Jood alleen in Israël kunnen meemaken. En dat was een probleem voor hen. Dus ze moeten iets staande houden. Ze bombardeerden, ze vielen Gaza binnen, ze zetten mensen onder druk, ze zetten ouderen onder druk, ze probeerden te achterhalen waar zijn de leiders van Hamas, ze probeerden meerdere leiders te ontvoeren, maar ze kregen niks of niemand te pakken, niemand die wou praten, niemand die wou spreken, niks. Jalaad Shalit, ze geloofden op een gegeven moment niet meer dat hij leefde. Dus ze vroegen, ze zeiden: als hij leeft, dan willen wij bewijs zien dat hij een krant aan het lezen is met daar de datum van vandaag op. En ze laten hun deze video zien. Dit is een foto van een video, zeg maar. Waarin hij een Palestijnse krant aan het lezen is met de datum die erop staat. Dat was de datum van vandaag. Jalaad Shalit leeft. En het was nogmaals een probleem. Want dit zorgde ervoor dat de Israëliërs, hun hele narratief was gewoon ondersteboven gezet. En wat wouden de Palestijnen? De Palestijnen die wouden, wat Hamas noemt, tabir de sejoen, is dat de gevangenissen worden opgeruimd en schoongemaakt van de gevangenen. Dus alle Israëlse gevangenen moeten leeg van onze soldaten en onze leden die zijn opgepakt voor het verzet. Die moeten we eruit zien te krijgen. En hoe krijg je die eruit? Je krijgt ze eruit door Israëlische soldaten gevangen te nemen en dan voor een gevangenenruil te gaan. Jalaad Shalit die zat jarenlang bij Hamas. Zeker 5 jaar lang was hij gegijzeld. 5 jaar lang konden de Israëliërs Jalaad Shalit niet terugkrijgen van de Palestijnen. 5 jaar lang, totdat ze beseften, we moeten gaan onderhandelen. En ze werden geforceerd om hun eigen reputatie in principe in te leveren. En ze werden geforceerd om Palestijnse gevangenen vrij te gaan laten. Het duurde 5 jaar voordat hij werd bevrijd. En hij werd bevrijd door een gevangenenruil. Dit was een hele, hele grote PR-debakel voor de Israëliërs. En het kwam erop neer dat de Palestijnen zoveel mogelijk gevangenen wouden gaan bevrijden. En dit had zich voorgedaan in verschillende fases. Eén van ze ga ik zo even behandelen met de volgende persoon waar we het over gaan hebben. Maar Jalaad Shalit zelf, het probleem waar de Israëliërs mee zaten was dat als ze akkoord zouden gaan, ook met een fractie van wat de Palestijnen vroegen, zou dit voor de Israëlische samenleving gewoon catastrofaal zijn. Want je kan niet meer terug. Dit is een precedent dat werd gezet. Als je nu laat zien dat 1 Israëlische gevangene voor de Israëliërs niks waard is, dan voelt de Israëliër zich niet meer veilig. Maar aan de andere kant, als je zou ingeven aan wat de Palestijnse verzet vraagt, dan geef je hen een boodschap met dat dit is wat je zou kunnen bereiken als je een van ons gevangen hebt. En geloof het of niet, de Israëliërs hadden meer dan 6000 Palestijnen, politieke gevangenen, mensen die gevangen zitten om redenen dat te maken hebben met verzet, zaten vast.
En de Palestijnen die vroegen om zoveel mogelijk van deze mensen om ze vrij te krijgen. Wie precies en welke namen werd continu over onderhandeld? Want ja, namen zoals Abdallah Barghouti stonden bovenaan het lijstje. Wat ik net vergat te noemen over Abdallah Barghouti was dat de persoon die verantwoordelijk is over zijn dossier in de gevangenis, zegt, zou God voor ons schrijven dat wij dit land moeten verlaten, dan moeten we Abdallah Barghouti meenemen. Zo gevaarlijk vinden ze Abdallah Barghouti. Dus ja, het was een hele gevoelige kwestie van wie laat je vrij en wie niet. Waar gaat het verzet mee akkoord en waarmee niet? En hoe langer Gilad Shalit vastbleef in Gaza, hoe erger dat eigenlijk was voor de Israëlische samenleving. Zoals we nu zien vandaag de dag, deze 200 zoveel mensen die zijn gegijzeld door Hamas, dat ze nog steeds niet allemaal terug zijn, is een probleem voor Israël. En je ziet, het blijft een probleem. En hoe langer het duurt, des te groter de druk wordt op de Israëlische overheid. Ook al zijn de mensen die vragen om een vrijlaten niet per se mensen die voor een vrije Palestina zijn. Er zijn ook mensen die gewoon Palestijnen zouden afknallen en happily zouden aansluiten bij het IDF. Maar dat is niet het punt. Het punt is nogmaals dat dit de onbekwaamheid van de Israëlische politiek laat zien en de onbekwaamheid van de Israëlische veiligheidsdiensten. En met name dat de belofte van de staat Israël niet wordt waargemaakt. En dat was casus Gilad Shalit. Nou, toen de onderhandelingen plaats hadden gevonden en een akkoord was bereikt, moest Gilad Shalit bevrijd worden vanuit Gaza. Moest hij teruggegeven worden aan de Israëliërs en de Palestijnen moesten vrijgelaten worden. Dus ze gingen alleen akkoord met een tussenpersoon. De Palestijnen zeg ik. Ze gingen alleen akkoord met de Egyptische middleman. Sowieso onderhandelden de Israëliërs en de Hamas nooit direct met elkaar. Dus het was altijd Qatar en Egypte die de bemiddelaars waren. Ook tot de dag van vandaag. De Egyptenaren waren uiteindelijk de bemiddelaars die ervoor konden zorgen dat er op de grond fysiek iets ging gebeuren. En hoe dat ging was als volgt. Het Palestijnse verzet vertrouwt Israël voor geen meter. En voor goede redenen ook. Vaker is het gebeurd en de gevangenen die communiceren af en toe via hele vreemde en ludieke manieren met de buitenwereld en vertellen dat ze bijvoorbeeld soms worden meegenomen. En heel veel gevangenen hebben dit ook gewoon op camera later in een interview allemaal hun getuigenis afgelegd. En vertellen dat onderdeel van de marteltechnieken die Israël gebruikt, is dat ze een gevangene komen vertellen dat hij volgende week vrijgelaten wordt. Of volgende maand, of wat dan ook. En ze spreken een datum met hem af en ze komen hem officieel ophalen. En een officiële konvooi wordt meegenomen, mag al zijn spullen meenemen enzovoort. En dan is het enige wat er gebeurt, is dat ze een rondje gaan rijden. En dat hij of naar een andere gevangenis gaat, of dat hij zijn familie ziet en dat hij dan opnieuw wordt opgepakt en wordt teruggebracht naar de gevangenis. Dus het zijn allemaal dingen waar de Palestijnen inmiddels al kennis en weet van hebben. De Israëliërs zijn wat vrijlating van gevangenen betreft niet te vertrouwen. Dat is een feit. Dus Hamas vertrouwde ook niet dat zij echt al die gevangenen zouden krijgen. Dus ze vroegen dat sowieso alle gevangenen in een bus werden gezet en naar Egypte werden gebracht. En zij zouden Gilad Shalit naar Egypte brengen. Dat is wat werd afgesproken. En de Egyptische geheime dienst had afgesproken met de Israëliërs om te kijken wat er mogelijk is. Dat is een knipoogje. Dus de Egyptenaren wilden ook niet in een schandaal verwikkeld zijn in de Arabische wereld, dat ze de Israëliërs helpen met zulke dingen. Maar er is uiteindelijk gebleken na de Arabische lente en toen heel veel documenten openbaar werden, dat de Egyptische geheime diensten een knipoogje hadden naar de Israëliërs met we kijken wat er mogelijk is. Maar little did they know dat Hamas dit trucje, dat ze hun 10 stappen vooruit waren. Allereerst, ik had je net verteld over hoe Rantisi bewoog in Gaza. Dat is een klassieke. Gilad Shalit, ze hadden een aantal vermoedens in welke gebouwen hij zou kunnen zijn. Dus al deze gebouwen werden in de gaten gehouden. Er vertrokken meer dan 10 auto's op dezelfde moment vanuit verschillende locaties, die allemaal yani, misschien de locaties waren volgens Israël waar Gilad Shalit zou kunnen zitten. En als zij hem zouden kunnen pakken voordat hij in Egypte was, dan was er in principe geen deal. Dus ook de Israëliërs met hun spionnen binnen Gaza waren bezig om te kijken waar kunnen we Gilad Shalit toch vinden. Maar wat ze niet wisten was dat Gilad Shalit van al deze auto's, zoals we hebben gezegd, de truc is om op dezelfde tijd te vertrekken, meerdere auto's van meerdere plaatsen en ook tegelijkertijd met meerdere auto's te vertrekken, zou je volgen vanaf boven met een helikopter of met een drone of whatever, dan zou je moeilijk kunnen zien wie wie is, wie er in welke auto instapt. Je weet hoe je draait met bekers en er zit iets onder, dat je stiekem iets daarin schuift. Dat is hoe het ging.
Telkens stoppen ze ergens random. Stapt er iemand uit, stapt er iemand in, enzovoort. En natuurlijk was er ook de Egyptische middelman die in Gaza moest zijn. En die met ze werd meegenomen. En hij moest kijken of Jalaad Shalit wel leefde of niet. Dus ook hij werd in een van deze auto's gestopt en moest telkens overstappen. En er werd met hem gepraat. En hij vertelt ook zelf dat de Palestijnen praten met mij en namen mij mee in gesprekken en doolhoffen. En dat ik de focus kwijtraakte. En ik moest uitstappen en soms stapte zij uit en stapte er iemand anders in. En kreeg ik telkens een andere chauffeur. En er werd gespeeld en toen zeiden ze tegen mij, toen uiteindelijk kwamen we aan bij de Egyptische grens, zegt deze Egyptische middelman. En zei hij, ik heb Jalaad Shalit nog niet gezien, waar is die? Ze zeggen, oh, die is al in Egypte. Er is nog steeds niet verteld hoe hij over de grens is gebracht. Maar de Palestijnen hebben de Israëliërs hier en de Egyptische geheime dienst volledig schaakmat gezet. En ze gaven Jalaad Shalit pas vrij toen ze de bus van, toen de bus van de vrijgelaten Palestijnse gevangenen vrij werd gegeven aan de Palestijnen. Toen liep Jalaad Shalit naar de overkant en werd hij meegenomen terug naar Israël. En werd vandaar teruggenomen naar Frankrijk en werd daar geëerd door de Franse president destijds. Maar dat is dus even in kort het verhaal van Jalaad Shalit. En ik wou dit verhaal even tussen al deze namen van Hamas noemen, want dat heeft direct te maken met de volgende. Want één van die 1000 gevangenen die vrij werden gelaten, was Yahya Sinwar. Oké. Okay, even pauze. We hoeven niet heel de interview te bekijken. Ik leg de link gewoon in de beschrijving. Yahya Sinwar hier. Dit is een interview uit 2004. Yahya Sinwar is een van de prominente namen van Hamas. Op dit moment de politiek leider van Hamas. Dit is een interview uit 2004. Hij zit in 2004 in de gevangenis. Hij heeft een aantal levenslang gekregen. En je ziet hem in deze interview praten in, als je luistert, zou je denken dat het Arabisch is. Maar het is geen Arabisch. Even kijken, waar is die nou? Dus even, ja. Nou, Yahya Sinwar praat hier gewoon in vloeiend Hebreeuws, wel met een zwaar Arabisch accent, want dat hoor ik zelfs. Maar Yahya Sinwar praat in vloeiend Hebreeuws met een Israëlische journalist in 2004 vanuit de gevangenis als een leider van Hamas. In de gevangenis, die levenslang heeft. En hij vertelt hem, ik kom op een dag vrij. Hoe, wanneer, I don't know. Net als Abdallah Barghouti, net als al die anderen. Ik kom op een dag vrij. Ze hebben allemaal, we komen op een dag vrij. Ze hebben die vertrouwen, allereerst in hun broeders, allereerst in Allah subhanahu wa ta'ala, maar daarna ook in hun broeders van het verzet van, wij hebben elkaar beloofd dat als iemand van ons de gevangenis ingaat, wij niemand laten rotten in de gevangenis. En daarom was de deal ook, die werd gesloten van Jalaad Shalit, werd door Hamas ook genoemd Safqat Wafa al-Ahrar. De deal van de belofte voor de vrije mensen. De belofte die zij hebben gedaan aan de gevangenen, die ze dus de vrije mensen noemen. Yahya Sinwar was in 1982 degene die onder leiding van Ahmed Yassin werd benoemd om zijn enige functie was het achterhalen van wie de spionnen zijn in Gaza. En al deze spionnen te elimineren. We hebben net verteld, heel wat leiders van Hamas zijn gedood door spionnen, door verraders. En dit was zijn enige doel. Tussen 1982 en 1989 heeft hij Israël bijna blind gemaakt in Gaza. Blind, daarmee bedoel ik dus, bijna alle spionnen heeft hij één voor één kunnen oprapen en kunnen elimineren. Dat is wat Yahya Sinwar voor elkaar heeft gekregen. Toen hij eindelijk werd gepakt door de Israëlische veiligheidsdiensten, kreeg hij een paar levenslang op zijn naam. En hij is de enige Palestijn, enige van de leiders, die niet de gevangenis is ingegaan voor terroristische aanslagen of voor überhaupt aanslagen, forever. Hij is gek genoeg de gevangenis ingegaan en heeft een paar levenslang gekregen voor het moorden van Palestijnen. Hoe ironisch dat dan ook klinkt. Want natuurlijk zijn taak nogmaals binnen Hamas, toen het in de jaren 80 een militaire beweging werd, was het elimineren van de spionnen. En de spionnen waren Palestijnen, waren geen Israëliërs. Dus hij elimineerde al die Palestijnen die werkten voor de Israëliërs. Dat was zijn taak. En dat was een hele moeilijke en harde taak. Zou deze video niet verdwijnen? Nee?
Nou goed, ja, nou, dan zie je die foto erachter, maar prima, dat is geen punt. Yahya Sinwar, hij was degene die de onderhandelingen met Israël over Jalaat Shalit aan het voeren was vanuit de gevangenis. Niet Hamas in Gaza, maar hij in de gevangenis. Want Hamas in de, buiten, die zegt, luister, wij willen x aantal gevangenen vrij. Als het goed is, was het 1500, dat ze vroegen. We zeggen, wij willen 1500 gevangenen voor Jalaat Shalit. En ze zeggen, de namen van de gevangenen, die mag Yahya Sinwar bepalen. En het werd zo erg, zo vervelend, zo irritant. Hij had zoveel macht binnen de gevangenis. Hij had zelfs een anti-spionnenorganisatie opgericht in de gevangenis. Als hij merkte dat er een Palestijn was die gevangen was met hun, die eigenlijk een spion was. Hij zat daar, hij was daar ingepland, zeg maar, door de Israëlische veiligheidsdiensten. Om geheimen uit de Palestijnse leiderschap te krijgen uit de gevangenis. Als hij erachter kwam dat een van zijn spion was, dan elimineerde hij hem in de gevangenis. Of zorgde ervoor dat deze uiteindelijk werd weggehaald uit de gevangenis waar hij in zat. Dus hij was een probleem zelfs in de gevangenis. Yahya Sinwar, die had zoveel invloed op de deal die ze met Jalaat Shalit zouden gaan sluiten, dat het bijna mislukte. Zo erg dat Israël hem in de laatste weken van deze deal in een isolatiecel had geplaatst. Uiteindelijk, Yahya Sinwar, ook nog een kleine detail voor zijn vrijlating. Yahya Sinwar, ergens in de jaren 90, werd extreem ziek in de gevangenis. Hij kreeg een infectie in zijn kaak dat effect had op zijn hersenen. En hij had eraan dood kunnen gaan. En hij werd overhandigd aan een dokter. En deze dokter, dat is deze meneer, die heeft een interview gegeven op CNN. Ik kon de video van CNN niet in de presentatie zetten. Maar ik zal de link ervan zetten, want ik kan de video niet op YouTube vinden. Maar hij heeft een interview gegeven met CNN. Hij zegt, ik ben de man die Yahya Sinwar's leven heeft gered. Want hij was inderdaad, zijn ziekte zou hem doodmaken. En deze dokter heeft hem behandeld. En uiteindelijk is hij genezen door de behandeling van deze dokter. En deze dokter, aan zijn gezicht te zien, heeft hij kapot veel spijt van wat hij heeft gedaan. En zowel de interview, waar ik net naar refereerde, als deze dokter zeggen allebei hetzelfde. Deze dokter die zegt, toen 7 oktober gebeurde, wist ik precies wie erachter zat. Want hij heeft mij dit verteld. Dit is wat wij gaan doen. In de interview, die in 2004 was genomen, zegt hij, wij zijn bereid om met jullie een hudna te doen. Een hudna is een wapenstilstand. Een islamitische term voor een wapenstilstand. Een hudna betekent dat wij akkoord gaan voor een bepaalde tijd dat wij geen oorlog met elkaar zullen gaan voeren. Hij zegt, deze hudna zal ongeveer 20 jaar duren. 20 jaar, 2004, zegt hij, we zullen ongeveer een hudna hebben van 20 jaar. De interviewer vraagt hem, waarom 20 jaar? Hij zegt, want in 20 jaar tijd zijn jullie zwak. Hij zegt, hoezo? Hij zegt, jullie gaan elkaar opeten en jullie zijn heel erg zwak onderling. Jullie onderlinge meningsverschillen zullen heel erg sterk zijn en jullie zullen een zeer extremistische coalitie hebben in jullie regering die heel fragiel is en op dat moment gaan we jullie aanvallen. Dat is wat hij zei in 2004. Hij zei, in 20 jaar tijd gaan we dat met jullie doen. En hij heeft precies hetzelfde verhaal verteld aan deze dokter. En hij vertelt jou precies alles in die interview. Yahya Sinwar kwam vrij in 2010 of 11, was het 2011, sorry, 2011 kwam hij vrij. Na de deal met Jalaat Shalit. En de Israëliërs tot de dag van vandaag hebben zoveel spijt dat ze iemand als Yahya Sinwar vrij hebben gelaten. En dit is een van de redenen die continu wordt aangehaald waarom zij geen gevangenendeal willen hebben met Hamas. Want als ze een gevangenendeal willen hebben met Hamas, ze hebben nog honderden Yahya Sinwars in de gevangenis zitten. Zoals Abdallah Barghouti en allerlei andere mannen, wiens namen ik nu niet heb genoemd, maar daar zou ik misschien nog 10 lessen over kunnen geven. Maar oké. Nou, de titel van de les was, hoe is Hamas aan de macht gekomen? Ik moet dit dus helaas echt heel erg gaan afkorten, want we zijn al heel lang bezig. De verkiezingen die werden gehouden in 2005-2006. We hadden gezegd vorige les, de tweede intifada eindigde in 2005 met de deal die was gesloten in Sharm el-Sheikh en in Cairo in Egypte. En de Palestijnse partijen die gingen akkoord met dat ze gewoon een nieuwe coalitie-overheid moesten gaan vormen. Hamas was hierop tegen. Hamas wou niet meedoen aan verkiezingen. Vooral niet verkiezingen die kwamen vanuit iets wat lijkt op Oslo. De Oslo-akkoorden die hadden niks betekend voor de Palestijnen. De Palestijnen maakten niet echt voorsprongen. En dit was gewoon eigenlijk een façade in de ogen van de Palestijnen. Dus, of in de ogen van Hamas, sorry. Maar zelfs Amerikaanse diplomaten werden gestuurd en de Amerikanen
overtuigde uiteindelijk Hamas om mee te doen aan de verkiezingen. Lang verhaal kort, dit zijn de uitslagen van de verkiezingen. Groen is Hamas, blauw is Fatah. Dat is Gaza, dat is de westelijke Jordaanoever. Hamas won keihard. Heel het volk wou Hamas. Kleine gedeeltes, zoals je hier ziet, Ariha, en dat is Jenin, dat zijn twee, zeg maar, waar het 50-50 is ongeveer, en Rafah. Dat is waar Hamas geen meerderheid heeft gehaald, maar zelfs in de plaats waar ze geen meerderheid hebben gehaald, is de meerderheid van Fatah iets in de 50 tot maximaal 60%. Uiteindelijk de verdeling van zetels. Dit is Hamas, dit is Fatah en dit zijn andere partijen. Hamas is de keiharde winnaar van de verkiezingen. Gelijk stond de nummer 1 diplomaat van Fatah op Mohammed Dahlan. En Google zijn naam maar even. Je zult gelijk uitvinden dat hij nu een Emiratisch paspoort heeft en in Dubai woont. Mohammed Dahlan, een grote verrader in mijn opinie. Die schreeuwde gelijk uit, min al-aar en tahkum Fatah ma'a Hamas. Hij zegt, het is schande dat Fatah samen met Hamas zou gaan regeren. En hij weigerde. Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse autoriteiten, probeerde het, zogenaamd. Maar er ontstond een hele grote machtsstrijd tussen Hamas en Fatah. Dit is Ismail Haniyeh, wie ik vandaag niet heb behandeld. En dat is Mahmoud Abbas, dit is Hamas, dat is Fatah. Zitten ze samen, ze moeten nu samen een overheid gaan vormen. Want hij is de president en hij is de minister-president van Palestina. De minister-president van Palestina die 2 maanden geleden is vermoord in Tahran door de Israëliërs. En dus ook de nummer 1 persoon met wie de Israëliërs moesten onderhandelen. Maar ja, oké. Er ontstond een machtsstrijd. Lang verhaal kort, deze machtsstrijd was een bloedige. Want Fatah weigerde om te regeren samen met Hamas. Ze wouden verkiezingen opnieuw gaan doen. Ze wouden dat Hamas zich ging houden aan nieuwe afspraken die er eerder niet werden gemaakt. Hamas die zegt van, we wouden niet meedoen aan de verkiezingen. Hier hebben we meegedaan aan de verkiezingen. Hou je aan de uitslagen. En het werd dirty, het werd nasty. Er werden lelijke spelletjes gespeeld. Emotie kwam heel erg naar boven. De gevechten werden begonnen ineens onderling. En ja, gelooft of niet, Fatah en Hamas begonnen elkaar neer te knallen. En er zijn meer dan 300 Palestijnen vermoord van beide kanten. Door de gewapende strijd die er plaatsvond. Fatah en Hamas hadden allebei iets van macht. Een paar ministeries, een paar gevangenissen, politiebureaus, weet ik veel wat. Dus ze begonnen deze machten dingen tegen elkaar te gebruiken. Fatah met name had heel veel gevangenissen in hun macht die ze hadden gekregen van Israël. Ze namen heel wat leden van Hamas te grazen. Wat Fatah met Hamas heeft gedaan, is iets wat Israël niet met hun kon doen. Want Fatah zelf is een Palestijnse verzetsbeweging. Die weet hoe een verzetsbeweging in elkaar zit. Weet hoe je geheimen moet bewaren. Weet bij wie je moet zijn om bepaalde informatie eruit te halen. Alles wat Israël niet wist van hoe ze Hamas konden aanpakken, heeft Fatah wel gedaan. Waar was Israël op dit moment? Israël op dit moment, je zou kunnen zeggen dat het geluk is voor Palestijnen of niet, I don't know. Israël had 2 grote problemen. Israël op dit moment in 2006 hadden ze een oorlog met Hezbollah in het noorden. En in 2005 trokken zij zich terug uit Gaza en hebben alle 23 nederzettingen verlaten. En voor het eerst krimpte Israël sinds haar groei en sinds haar inception in 1948, sinds haar geboorte in 1948. Voor het eerst zag je Israël die nederzettingen ging verlaten. En de Palestijnen zagen dit als een overwinning, uiteraard. Maar er was de grote machtsstrijd die gaande was tussen Fatah en Hamas. Elk van ze die zag een andere manier van verzetten. In het kort, Fatah tot de dag van vandaag houdt nog steeds vast aan de diplomatieke oplossing. Gelooft dat als je praat met Israël, Israël je land geeft en dan samen gaat leven. En Hamas gelooft in maar 1 staat oplossing. Gelooft dat de enige oplossing het vechten tegen Zionisten is. Totdat het Zionisme is verdreven en alle oorlogsmisdadigers worden vervolgd. Op dezelfde manier dat de Joden dat hebben gedaan met de nazi's. Nuremberg trials. En dan hebben ze alles in rechtbanken opgelost met alle grote middelmatige, zeg maar, middelmanagers van de nazi's en de nazi-collaborateurs. En ja, Israël heeft nog veel lelijkere dingen gedaan met alle andere nazi-commandanten die overbleven in de wereld. Maar dat is even een andere discussie. Maar het punt is wel, dit zijn 2 hele verschillende optieken naar hoe je ermee om moet gaan. Het probleem waarom Fatah niet loslaat, is omdat Fatah inmiddels al macht heeft gekregen. In 1993, na de Oslo-akkoorden, kregen ze een Palestijnse autoriteit.
werd er een Palestijnse president geboren hierin. Dat was Yasser Arafat. En in 2004 werd dat Mahmoud Abbas na de dood van Arafat. En zij waren niet bereid hun macht op te geven aan een andere beweging die een totaal andere visie had hierop. Nou, effectief nadat Israël Gaza had verlaten en Hamas en Fatah de strijd met elkaar gingen voeren, Hamas kwam tot de conclusie dat het enige wat ze kunnen doen is wat zij de operatie hadden genoemd Al-Hasm al-Askari, dat betekent de militaire oplossing. Ze hebben uiteindelijk militair afgehandeld met Fatah om alle gewapende bewegingen van Fatah in Gaza te verdrijven die niet met het verzet zijn. Nogmaals, die niet met het verzet zijn. Tot de dag van vandaag is er een bewapende groep in Gaza die nog steeds vecht zij aan zij met Hamas en met de Jihad al-Islami en met de communisten in Gaza. Die heette Kata'ib Shuhada al-Aqsa. Dat is gewoon een beweging die hoort bij Fatah. En ze vechten zij aan zij met de Palestijnen en hun lot, met Hamas, sorry. En hun lot is hetzelfde als het lot van Hamas. Dus het probleem van Hamas is niet Fatah zelf. Het probleem van Hamas is de leiderschap die niet wou, de macht wou overdragen aan Hamas op het moment dat het moest. Effectief werden Gaza en de westelijke Jordaan-oever van elkaar gesplitst. Gaza was vanaf 2005 een plaats waar Hamas nu de baas was. Hamas had de volledige controle in handen. Hamas had Jalaat Shalit binnen, die ze hadden ontvoerd. En Hamas had geen toegang meer tot de buitenwereld. Tot en met 2012, toen in Egypte Morsi aan de macht kwam. En dat is een onderwerp voor een andere keer, inshallah. Dan denk ik dat dit het... dit was mijn laatste slide, toch? Dus er? Waarom gaat hij niet? Volgens mij was dit mijn laatste slide. Ja? Oké, geen inshallah. Dan ga ik het hierbij houden. Het was een lange les geweest, beste mensen, maar dat heeft echt te maken met dat ik inmiddels al bij les 26 ben en dit moet ergens stoppen, dus ik kan ook niet eindeloos door blijven gaan. Er blijven nog heel weinig onderwerpen over waarvan ik denk dat het heel nodig is om het uitgebreid in detail te behandelen. Ik raad jullie natuurlijk wel allemaal aan. Doe zelf ook gewoon veel meer kennis op. Alles wat ik jullie vertel mist heel veel nuance, want ik ga heel snel door onderwerpen heen. En hoe moderner de tijd, hoe recenter de tijd, hoe meer informatie beschikbaar is. Dus lees hier gewoon over. Er zijn ook verschillende manieren om hiernaar te kijken, naar hetzelfde onderwerp. En daar gaan we het inshallah voor vandaag hierbij houden. Subhanak Allahum bihamdik, nashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.